Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent natuurlijk weer tijd voor een e-workshop van Nail Talk Live, oftewel Magnetic Nail Design. En vanavond is best wel een bijzondere avond, want we hebben 3 geweldige kortingsdagen achter de rug. En sterker nog, de korting geldt nog tot 12 uur vannacht, mocht jij toch nog tot besluit komen dat je iets nodig hebt. Ik ga zo direct nog eventjes terugkijken op hoe het afgelopen weekend is geweest. We hebben ook een leuke compilatievideo, die heeft Gillian gemaakt. Ik heb een hele bijzondere commercial aan het eind van deze show. En ik heb natuurlijk de winnaars van de challenge van Syriza. Kortom, we hebben best veel te doen vanavond. We gaan namelijk Animal Boom doen. En wat is dat nou eigenlijk? Hoe maken we dat? En hoe ziet dat er nou in het echt uit? Dat zien we allemaal zo direct, want wij gaan beginnen. Ja, ik heb mijn telefoon natuurlijk bij me om jullie vragen door te zetten naar Luelle, mocht je vragen hebben. En ik ga eventjes kijken wat er allemaal wordt gezegd. Nou, Linda van Lak je Nagel is in ieder geval online. Ze was ook afgelopen zaterdag in de winkel. Leuk om even kennis te maken. Cora is er ook vanavond bij. En Soraya, jij zegt, hallo allemaal, gezellig. Ik ben ziek in bed aan het meekijken. Nou, heel veel beterschap vanuit hier. Ik hoop dat je je snel weer wat beter voelt en toch wel heel fijn dat je erbij bent. Goedenavond allemaal, zegt Jaap. En dat zegt hij vanuit Zeeland. Hi Jaap, leuk dat je meekijkt. Eddie is er ook bij, Sylvana is erbij. Kortom, jullie weten het, gebruik je telefoon. Als je een vraag hebt, zet het in de comments en ik zet dat voor jou door naar Luelle. Ik heb haar naam nu al een paar keer genoemd, want vanavond hebben we natuurlijk de bruisende ster in het firmament bij ons in de studio. En het is Luelle. En Luelle, wat is een Animal Boom? Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken vanavond. Nou, wat is een Animal Boom? Eigenlijk is het een beetje een babyboom vibe met een leuk dierenprintje erop geschilderd. Dus ik ga jullie daarin meenemen vanavond. Ik heb een model meegenomen waar ik de nagels op ga laten zien, zodat jullie het mooi in realiteit ook zien in plaats van op een Colourpop. Dus kijk maar mee. Ik heb de nagel al helemaal voorbereid. Dus ik ga hem afnemen met prep en wipe. Met mijn Silky Smooth. Jouw model die draagt normaal gesproken ook nagels. En jij hebt dus vanmiddag alvast deze nagels alvast dun geveild en de combi-manicure uitgevoerd. Want dat laten we natuurlijk niet live zien. Maar we gaan wel kijken hoe jij deze nagel nu gaat opwerken. Dus het is een natuurlijke nagel met een heel klein beetje product. Yes, absoluut. Ik heb de nagels eigenlijk inderdaad al vanmiddag voorbereid, zodat ik dat nu niet aan jullie hoef laten te zien. Zodat ik wat meer tijd heb om de colorboom / babyboom / animalboom te laten zien. En ik ga beginnen. Wat ik ga doen, ik ga prep en wipe sprayen op mijn Silky Smooth. En ik neem de nagel af. Daarna pak ik altijd mijn cuticle pusher en duw ik de nagelriem nog eventjes terug, zodat ik mooi strak product kan plaatsen. Vooral goed in die zijkantjes, dat die wangetjes ook mooi bloot komen te liggen, zodat mijn product daar dadelijk ook mooi strak ligt. Nou, de prep en wipe laten we drogen aan de lucht. En daarna gaat er een primer overheen. Voor de hechting. Ik wapper hem even een beetje droog. Ja, door de kou duurt dat ietsjes langer. Ik was vandaag toevallig de nagels van Mee aan het doen, want die gaat op vakantie. En het viel mij ook op dat het best wel even duurde voordat de prep en wipe was gedroogd. Maar dat moet de kou zijn. Zo. Nou, ik ga overal de primer netjes aanbrengen. Dit doe ik in strijkende lagen. Zorg dat ik alles heb gehad. Ik ga vandaag ook met de Silvery werken als wit, als de babyboom. En wat dan belangrijk is, is om een blendkleur eronder te plaatsen. Want wat gebeurt er als jij een nagel weer gaat nabehandelen? Dan moet de Silvery, stel dat je die keer daarop een roze tint wil, dan moet die Silvery met die shimmer er weer helemaal af. Dus het is belangrijk dat je dan een blend inpoetst of eventueel een andere nude kleur, zodat je tot en met die kleur kan frezen en dan gewoon weer de volgende kleur overheen kan zetten. Ik ga de blush blend warm gebruiken, omdat ik ook de cozy ga gebruiken. En dat is een match. Nou, dat schrijf ik even voor mezelf op, hoor. De warm matcht met de cozy. Cozy. Er is ook een mooi kleurenstaal voor. Die had ik ook meegenomen, die kan ik wel even laten zien.
Ja, en intussen zegt Deb Niels, wat een prachtige mooie nagels heeft het model. Nou, dat is inderdaad waar. Hele mooie nagels. Dat zo zie je. Maar als je je nagels altijd keurig laat verzorgen, worden ze vanzelf heel erg mooi. Wist je trouwens dat Luelle de vorige keer in haar e-workshop even ook heeft laten zien hoe je van een natuurlijke nagel, die misschien niet super mooi is, uiteindelijk door het dragen van blusjes prachtige nagels krijgt? Wanneer was dat ook alweer? Weet je dat nog, Luelle? Ja, dat was een paar maandjes geleden, maar dat is precies hetzelfde met dit model. Zij begon eigenlijk ook met een korte nagel die best wel breed uitstond. En als je blush gaat gebruiken, die krimpt iets in de lamp en daardoor krijg je een mooi slank en smal nagelbed. Dus het is echt een prachtige behandeling voor de natuurlijke nagel. En al die meiden die bij mij in de salon komen, die hebben echt nog nooit zulke mooie natuurlijke nagels gehad. En ook nog nooit zo sterk. En dat is dus echt het fijne van die blush gels. Ja. Kijk, ik heb hier de color chart bij. En hier staan alle kleuren op. En ook de blend kleuren. Dus ik ga vandaag de cozy opzetten. En die hoort bij de warm tones. Dus daarom kies ik voor nu, omdat ik cozy ga gebruiken, kies ik de blend warm. Maar stel dat ik nou bijvoorbeeld de attitude ga gebruiken, dan kies ik voor de blend medium. Want stel nou dat ik die net ietsjes dikker aanbreng. Stel dat mijn blend net wat te dik ligt en je pakt de medium, die is wat roziger. Stel dat je daar de cozy overheen legt en die is net wat dunner gelegd, dan kunnen er wat roze plekjes doorheen komen. Dus daarom kies ik altijd voor een bijpassende kleur te pakken bij een bijpassende blush. Goeie tip. Oké, ik ga hem inpoetsen met de blush blend. Zeg ik het goed? Ja, warm. Kijk maar mee. Ik zorg altijd dat ik mijn kwastje goed schoonstrijk, dat ik niet te veel product erop heb liggen. Want dit hoeft maar een heel dun laagje te zijn. Ik leg wat product neer en ik duw hem eigenlijk als het ware vooruit richting de nagelriem. En als ik er bijna ben, dan trek ik hem naar beneden. Dit doe ik ook aan de linkerkant. Dus ik duw hem steeds dichter bij die nagelriem. En ik trek hem strak naar beneden. En dit doe ik ook aan de rechterkant. Ik duw met mijn pink de zijwal goed naar beneden. Zodat ik mooi strak langs de nagel kan komen. En als overal product ligt, dan ga ik hem mooi inpoetsen. En dat doe ik door middel van kleine stapjes naar beneden. Dit zorgt er ook voor dat je een super goede hechting hebt. Want uit mijn ervaring is dat de blush blends echt een mega goede hechting hebben. Dus stel dat je hechtingsproblemen zou hebben, bijvoorbeeld met een pastel of met een blush original. Probeer dan eens een keer een blush blend onder te poetsen. Want dan blijft het echt als een huis zitten. Dit gaat nu even voor 30 seconden onder de lamp, omdat het maar een heel dun laagje is. En daarna ga ik verder met de volgende stap. Dan heb ik een vraag voor je, want Linda van Lak je Nagel vraagt, gebruik je nou altijd een blend als je blush gebruikt? Nou, dat ligt er dus aan. Als ik een originele kleur gebruik, dus bijvoorbeeld de Sessie of de Attitude, die zijn vrij roze en ook vrij zacht van kleur. Dus dan zet ik hem eigenlijk gelijk op. Tenzij ik een hechtingsprobleem heb, want dan gebruik ik weer die blend eronder. Maar eigenlijk kan je zo'n kleur gelijker opzetten. Maar gebruik ik nou een cozy, die is wat meer milky-achtig, een beetje wat richting wit, dan zet ik eigenlijk altijd wel een blend eronder. En dit doe ik zelf ook bij de Fierce. Die is weer net wat meer karamelkleur. Dus dan vind ik het ook prettig dat ik een blend eronder heb zitten. En sowieso altijd bij de pastels en bij de shimmers. Dan gebruik ik altijd een blend. Omdat ik tot aan die blend terugvrees. En dan hoef ik niet helemaal naar de natuurlijke nagel toe. Want stel als je op een natuurlijke nagel bijvoorbeeld de minty gaat zetten, dat is een pastelkleur, dan moet je het product er helemaal afhalen tot aan de natuurlijke nagel. En dan blijf je die natuurlijke nagel continu opruwen en continu eigenlijk beschadigen. Dus dan hou je ook geen gezonde natuurlijke nagel. En dat is toch wel waar ik echt graag voor sta, waar wij graag voor staan. Voor goede gezonde natuurlijke nagels. Ja, heel veel tips in een minuut. Zeg maar, je gebruikt dus die blend of die glassy als bufferlaag tussen je kleur en je natuurlijke laag, nagel. En als je dus je kleur weg wil hebben, dan gebruik je die bufferlaag, dan vuil je tot aan die bufferlaag. En dan is de integriteit van de natuurlijke nagel altijd beschermd. Want inderdaad, zoals Luelle zegt, daar staan wij natuurlijk met z'n allen voor. Ik zie dat het model met haar hand uit de lamp komt, dus ik ben wel benieuwd wat die tweede stap is. Nu ga ik de babyboom maken. En dat is eigenlijk iets waar best wel veel mensen tegenaan lopen, merk ik.
dat ze het best wel lastig vinden om een goede babyboom en een goede blend te maken. En dat is ook wel echt moeilijk. Daar is ook wel veel inzicht voor nodig. Want kijk, stel dat je nou een normale blush zou opbouwen, dan ga je eigenlijk gelijk best wel veel massa leggen bij, op de apex. Dus dan ga je best wel hoog en veel bouwen. En als je een babyboom gaat maken, moet je zorgen dat je heel klein en heel smal werkt, omdat daar overheen nog een laag komt. En anders dan krijg je een hele grote of grove nagel. En dat is wat we niet willen. Dus ik ga het jullie laten zien. Ik moet ook wel zeggen, ik werk vandaag met de blush Silvery. Dat is de nieuwe blush gel. En deze blendt nog makkelijker als de Dreamy. Dus ik hoop dat ik jullie daar gelijk ook mee kan helpen. Dat jullie daarmee in ieder geval thuis een makkelijke babyboom kunnen maken. Oké. Wat ik allereerst ga doen, is weer mijn kwastje helemaal vrij maken van product. Dat er bijna niks meer op zit. Ellen Landa vraagt, hoe kan het nou dat jullie het hele weekend zo hard gewerkt hebben en er dan toch nog zo fruitig uitzien? Nou Ellen, dat heet make-up. Ja, ja. En plezier in wat je doet. En dat hebben we alle twee heel erg, hè Luwelle? Ja, zeker. Ik denk dat ook wel de reden is hoor, want we hebben veel gewerkt. Maar dit is zo leuk om te doen dat we altijd wel enthousiast blijven, ja toch? Oké, terug bij de nagel. Wat ik zelf ga doen. Ik leg hem altijd net iets over het midden heen. Daar ga ik beginnen. En ik strijk de kleur helemaal naar de vrije rand. Dit doe ik heel dun. Dus echt, als eigenlijk een beetje hetzelfde als een poetslaagje. Zodat ik bijna geen dekking heb. Wat dadelijk belangrijk is, is dat ik mijn volume hier hou. Aan de vrije rand. En ik ga dadelijk goed aan de zijkant kijken, dus ik zal zelf ook misschien een beetje de nagel mee heen en weer bewegen. Ik wil dat ik dadelijk hier mijn volume heb, ja. Maar dat die hier steeds minder wordt. Zodat ik dadelijk hier een bol kan zetten en dat die hem mooi glad trekt. Want veel mensen die zetten gewoon hier product neer en het maakt niet uit waar dat het ligt, als maar die blend goed is. Maar je wil uiteindelijk een mooi slank eindresultaat hebben, dus kijk goed waar dat jouw product ligt en waar dat het nog naartoe gesleept moet worden. Maar goed, ik heb nu mijn eerste zwemlaagje liggen. Nu ga ik hier mijn dekking geven, vooral aan die vrije rand. En dan ga ik hem richting net over het midden heen blenden. Dus ik leg hier een bol neer. Aan die vrije rand. Ik leg mijn penseel op mijn penseel. Ik leg mijn kwastje neer en ik duw het product iets omhoog tot waar ik mooi dekking wil hebben. En ik sleep hem mee naar beneden. Ja, dus eerst je legt hem eerst op de juiste plek en dan trek je hem naar beneden. Terwijl je toch wat van die massa laat liggen bij het overgangsgebied. Juist. Want hier mag mijn massa wel liggen. En die ga ik dadelijk naar achteren blenden. Want nu zie je best al een lijn zitten en is die wat vlekkerig. Maar ik wil wel hier mijn koffer hebben. Ik zou blij zijn als het me zo zou lukken. Mogen we even op Topshop kijken, Gil? Nou, dat is al een behoorlijk mooie babyboom, moet ik zeggen. Ja, zeg maar, kan nog wel veel beter, want hij mag nog meer naar achter geblend worden. Zodat we daar helemaal geen randjes meer zien. Ook zie je dat het blush eigenlijk een beetje gaat lopen. Hier zie je een beetje aan dit zijkantje, zie je dat hij een beetje uit gaat staan. En aan die kant. Ja. En als ik hem zo in de lamp zou doen, dan krijgen we gelijk een hele bolle nagel. En als er weer product overheen komt, wordt hij nog voller. Dus wat ik nu ga doen, ik ga eerst mijn focus leggen dadelijk op die blend. En dat ga ik met mijn blush brush doen. En daarna ga ik de focus trekken op dit gedeelte, dat dit ook mooi slank wordt. Oké. En je hakt niet uit tussendoor? Nee, zeker niet. Pas als hij helemaal perfect is, dan mag hij pas in de lamp. En Gemma, jij vraagt welke blush dit is. Dit is de Blush Sparkle Silvery. Dat is een beetje wittige blush. Heel mooi. Kijk, zoals je nu ziet, zit er hier ook best wel veel volume. Dit wil ik mooi naar achteren blenden. Ik leg mijn penseel andersom en ik maak een kleine baantjes, trek ik het naar beneden. Ja, richting de cuticle. Ja, richting de cuticle, yes. Je houdt ook je nagel een klein beetje naar beneden gericht, zodat je niet die massa helemaal meetrekt, maar dat je alleen maar het randje meeneemt. Ja, eigenlijk precies dat inderdaad. Want stel dat ik nou die vinger echt omhoog ga houden, gaat die blush weer lopen, gaat die weer naar achter zwemmen. Dus als ik de vinger naar beneden hou, dan loopt het nooit. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik een blush opbouw. Ik hou de vinger altijd naar beneden, zodat de zwaartekracht het werk doet. En dat we altijd het volume naar beneden gaan. En dat het niet de cuticle in gaat lopen.
En in kleine stapjes blend ik hem steeds verder naar achter. Als ik nu zo kijk, dan vind ik mijn blend keurig. Ja. Alleen nu zie ik dat die zijkantjes echt al een beetje uitwijken. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even haar hand op zijn kop houden. Want de blush is heel erg naar de zijkant getrokken. Dus ik draai de hand echt om. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien op beeld. Mm-hmm. Ik ga met mijn hoofd echt erlangs. Oh, misschien moeten we even van voor kijken hoe Luwelle hierbij zit nu. Want dan zie je dat goed. Ja, doe maar. Ik kijk echt langs de nagels, zodat ik mooi het overzicht heb. Terwijl die dus op zijn kop hangt, hè? Mensen, terwijl goed onthouden. Ja. Daarna draai ik hem terug. Ga ik die vinger weer naar beneden houden, want nu heb ik het product iets te veel daarheen gesleept. Mm-hmm. Nu laat ik hem naar beneden hangen en trek ik alles weer naar voren. Elvira vraagt of er tussen de blend en de shimmer of hij is vrijgemaakt van plaklaag. Nee, de plaklaag is niet verwijderd. Hij is gewoon, de blend is uitgehard en nu daar de sparkle silvery overheen. Dat is echt heel mooi. Ja, een echte vakvrouw kijkt van alle kanten naar haar werk. Dat betekent dat we soms niet helemaal in het midden zijn, maar dat hoort bij dit corrigeren. Als ik die zijkantjes wat smaller wil hebben, tik ik mijn product ook aan en trek ik hem naar voren. Ook bij dit gedeelte, als hij daar wat meer in een bolletje gaat lopen, tik ik mijn product aan en trek ik hem naar voren. Ik trek hem nog eventjes over de vrije rand heen. Even naar topshot. Ja, dan zien we dat die hoekjes er weer plotseling zijn. Zie je, deze heb ik nu mooi opgetikt, dus dat wordt dan een stuk rechter. Nu mag je heel snel onder de lamp, alsjeblieft. Want dat is het natuurlijk wel, hè. Als je met blush werkt, dat is een levelend product. Dus wat er gebeurt, als ik heel eventjes wacht, is dat die blush gelijk gaat laten vloeien. Dus wat ik ook in mijn salon doe, als ik klaar ben met de nagel, dan is het omdraaien, terug en gelijk die lamp in. En meestal stuur ik dan de hand van de klant mee de lamp in. Want anders gaan ze bij mij altijd nog even kijken, oh, het is echt mooi. Maar ondertussen, die paar tellen zorgt ervoor dat die nagel weer plop als een plumpudding in elkaar is gezakt. Dus wat echt ook een tip is, is om zo snel mogelijk de hand van je klant in de lamp te doen. Nou, je hoort het al, ontzettend veel salontips zo tussendoor heen en weer gegoocheld van Luwelle. Over hoe je dat nou moet doen en dat vasthouden van die hand van die klant naar die lamp is inderdaad een hele goeie. Want als ik dit op mijn naast zou krijgen, ik zou ook zo gaan zitten zo van, oh, dat is mooi. Dat is mooi. En dan ligt het allemaal zo ongeveer bij je cuticle. Dus iedere tip die je hier hoort vanavond is de moeite waard om mee naar huis te nemen. Ik ga even kijken. Mensen zijn helemaal gek op de kleur. De plaklaag is inderdaad contact. En Cora zegt, en nu raakt mijn winkelwagentje weer vol. Ja, Cora, dat kan. Maar dan heb je ook wel een beetje geluk. Want we hebben natuurlijk vanavond nog tot 12 uur alle kortingen geldig in de webshop. Want tot vanavond 12 uur is het officieel nog het kortingsweekend van Magnetic Nail Design. Je ziet hier 25% korting op alle gel polish, 15% korting op het vertrouwde assortiment en 10% korting op elektrische apparatuur, met uitzondering van de nieuwe producten. En ik heb best veel mensen gehad die vroegen dit weekend van, hey, is de korting wel verrekend? Is de korting wel verrekend? De kortingen staan als nettoprijzen in het systeem en in de webshop. Dus wat jij ziet zijn de prijzen na de korting. Dus je maakt daar geen zorgen over. Het klopt helemaal. Je ziet het alleen niet heel erg duidelijk. Dat gaan we aanpassen voor de toekomst. Maar het zijn zeker weten de kortingen, de netto kortingen. Dus de prijs is al aangepast. Priscilla Zuidema zegt gewoon de flashcure erop. Die ligt hier standaard klaar. Nou, Priscilla, dat heb ik ook. Ik was vandaag de nagels van mee aan het doen, zoals ik al zei. Dan ligt de flashcure inderdaad nog net niet naast me. Of nog net niet tussen mijn tanden. Maar gewoon naast me, zodat ik het constant ieder klein beetje kan uitharden, zodat het niet uitloopt. De korting is er ook nog, zegt Gemma, inderdaad. En Ineke zegt, ik zeg altijd, eerst de lamp, daarna mag je lekker kijken. Heel verstandig. Weet je wat ook zo vervelend is? Als je dan dat helemaal mooi hebt gemaakt en je begeleidt de klant niet naar de lamp. Dus dan kijken ze niet per se, maar dan zijn ze lekker met je in gesprek en dan gaan ze in die lamp en dan rammen ze zo tegen de bovenkant van de lamp aan. En dan schuift alle gel zo in de cuticle. Dat is ook wat minder. Het is altijd handig om te begeleiden, zodat de klant met veel aandacht en precisie de lamp ingaat. Deb Nails, jij zegt dat je nog geen bevestiging gehad hebt van jouw bestelling van gisteren. Stuur me even een persoonlijk berichtje, dan ga ik dat morgenochtend meteen laten uitzoeken. Dus ik weet dat ze vandaag nog heel druk waren.
Maar ik ga ervan uit dat dat gewoon keurig is verzorgd, hoor. Maar als je dat precies wil weten, stuur mij even een messengerberichtje. Dan zet ik dat door naar mijn collega's van Export. En dan wordt dat morgen aan jou beantwoord. Zet er ook even je e-mailadres bij, want dat communiceert net wat makkelijker. Even kijken. Gemma zegt, was supergezellig. Zaterdag in Soesterberg met Veronique Overduin. Het was heel leuk om je eventjes te zien, Gemma. Sowieso leuk om iedereen te zien natuurlijk. Even een praatje te maken met jullie allemaal. Heel erg bedankt voor jullie komst. Gisteren was het wel echt guur weer. Dus ondanks dat waren er toch behoorlijk wat mensen die zijn langsgekomen in Soesterberg. En natuurlijk online. We hebben er enorm van genoten. Het was heel bijzonder om weer zo'n bijzonder weekend samen te hebben. Hoe ver ben jij, lieve schat? Of ben je nog eventjes iets aan de schoonmaken? Nee hoor, kunnen we wel gewoon door. Ik dacht, ik leg vast even het volgende product neer op mijn steen. Oh, ja. Maar, oké. Mijn nagel is weer uit de lamp. Die is uitgehard. Nu ga ik een panzerprint design schilderen. Hiervoor gebruik ik zilverfolie. Dat zit eigenlijk een beetje als lijkt aluminiumfolie in elkaar gekronkeld. En ik leg dat een beetje base en top op mijn paperpallet of op mijn steen neer. Daar doe ik die folie in en dan spreidt die zich heel makkelijk. Dus dan kun je makkelijk folie opnemen en die makkelijk in kleine stukjes op de nagel neerleggen. Ik heb aan de zijkant heb ik het zilverfolie neergelegd. Okay. En nu ga ik die verwerken op de nagel. Soms wat grotere stukjes, dan weer wat kleinere stukjes, zodat het een beetje een speels design gaat worden. Ook dit leg ik weer tot aan deze rand neer en niet verder. Dus let er goed op dat je niet te enthousiast raakt, dat je gewoon heel je nagel helemaal vol legt met panterprint. En ik snap het wel, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan is dadelijk het effect weg. En dit is ook weer met base en top gedaan. Dus dit hard haal ik ook uit onder de lamp. En dan zit het gelijk vast. Dus dat is ook wel fijn. Zo, nog een kleintje erbij. Ik ben ook wel benieuwd, zijn er veel mensen ook naar het kortingsweekend geweest? Hebben jullie lekker geshopt? Of zijn jullie gewoon thuis op de bank gebleven en hebben jullie lekker online geshopt? Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik zie dat Priscilla zegt, ik moest kiezen of kortingsweekend of naar het Neil Talk Live event. Dus die keuze was snel gemaakt, ze gaat naar het Neil Talk Live event. En Henneke Doeland zegt ook, superleuk, zaterdag in Soesterberg, op naar het volgende event in mei. Melanie, jij zegt dat je wat wilde bestellen, maar je kunt niet inloggen. Ik heb jou zojuist al bericht. Stuur mij even een berichtje, dan kan ik kijken of ik nog wat voor je kan betekenen in de tussentijd. Heb ik wel even straks wat tijd nodig om dat even door te zetten. Cindy zegt dat het, die zegt tegen Chrisje, want Chrisje Maas zegt, het was ook in Weert heel erg gezellig. Dat heb ik ook zeker gezien en gehoord. En daarop reageert Cindy, en Cindy was natuurlijk in Weert, samen met Deborah en Natalia en Natasja, dat Chrisje supermooie designs heeft gemaakt tijdens de workshops. Even kijken. Zo, was zo leuk. Even shoppen, zegt Grayson. Daisy is naar Soesterberg geweest. En dit is het blad zilver, inderdaad. Dat vraagt Sylvia. Inderdaad, Sylvia, dit is het blad zilver. Nicole Santiago gaat zo meteen nog een flinke bestelling plaatsen. Nou, dankjewel. En Linda, die is natuurlijk van Lakje Nagel, is samen met haar vriend geweest bij ons in Soesterberg. Dat was heel erg leuk om elkaar te leren kennen. Mooie producten gekocht, in Weert geshopt, wordt ook gezegd door Peggy. Dus ja, er zijn best wel veel mensen geweest. We gaan eventjes terug naar jou. Ik heb het zilverfolie inderdaad uitgehard onder de lamp. Want er zat met base en top had ik dat gemengd, dus dan zit dat mooi vast. Nu is dadelijk, zeg maar, de babyboom, het witte is net ietsjes meer, hoe zeg je dat, een beetje meer geblurred dadelijk door de panterprintstipjes. Dus stel dat je het toch lastig vindt om die babyboom te maken, kun je op deze manier ook het een en ander een beetje verbloemen. Maar stel dat je nou zegt van, nou, ik vind het echt mooi om een klassieke babyboom te maken, dan zou ik het op deze manier doen en dan daar eventueel een traditionele blush overheen leggen of een blush blend overheen trekken. En dan heb je gewoon een normale babyboom. Maar ik ga me natuurlijk een beetje opspijzen met een leuk printje. Dus kijk maar mee. Jullie zien dat ik mooi dat blad zilver neergelegd heb. En hier ga ik dan lijntjes omheen schilderen met een mengsel van Cerisa Sweeties en Liner Gel Black.
wat ik altijd leuk vind, ik begin vaak met een beetje een stipje neer te zetten. En die ga ik uittrekken in een wat dunnere lijn. En ik vind altijd hoe speelser het is, hoe leuker het design wordt. Dus het hoeft allemaal niet zo heel strak. Hier en daar een mooi lijntje. Want hoe speelser die is, ja, hoe leuker het overkomt, vind ik altijd. En ik ga al die zilveren folies ga ik omlijnen. En dit zou je eventueel natuurlijk ook met een andere vlee kunnen doen. Stel dat je deze nou niet hebt, dan zou je ook bijvoorbeeld de... hoe heet die ook alweer? Magic Flakes, volgens mij. Ik denk het wel. Die zou je eventueel ook kunnen gebruiken voor een andere flake natuurlijk. Of de Chameleon Flakes. En alle kleurencombinaties zijn mogelijk. Dus stel dat het dadelijk een beetje wat meer lente gaat worden, waar we ondertussen wel op hopen. Dat mag onderhand wel. Is het ook hartstikke leuk om dit met de blush pastels te doen. Je hebt niet tussendoor de plaklaag verwijderd, hè? Nee, zeker niet. Ik werk gewoon heel de tijd door. En Dunja, jij vraagt of wij ook bladgoud hebben. Die is op het moment op, maar die komt binnenkort wel weer snel terug. En Denise Pauw zegt, hi Louelle, ik ben net klaar met werken. Kom nog even naar je kijken. Nou, dat is gezellig. Leuk dat je meekijkt. Er zijn natuurlijk veel mensen die de maandagavond ook in hun salon werken. Dus dat snap ik ook wel. Zo. Nou, ik heb bijna alle zilveren folie omlijnd. En nu ga ik hem nog eventjes opvullen met kleine stipjes en kleine printjes zonder folie. Dat hij een beetje mooi uitblendt. En dat is dadelijk ook mooi voor als de kleurcoach er overheen komt. Mooi. Ja, heel leuk. Het is nu echt een animal print, maar zo direct wordt het dus echt een boom print. Echt een booming print. Zeker weten. Lekker vol zitten met nog wat stipjes. En dan gaat dit dadelijk weer onder de lamp en mag die dadelijk uitharden. Heel cool. Nou, dan ga ik nog eventjes wat huishoudelijke mededelingen doen, terwijl het aan het uitharden is. Ik heb best veel vragen gehad dit weekend, en Suzie herinnert mij daar zojuist aan, naar de Seduction Scrub en de Seduction Cuticle Oil. Nou, we hebben wat issues gehad met de grondstoffen. Eigenlijk liggen die op dit moment, nou, het zijn niet zozeer issues, maar het duurt allemaal wat langer. Het heeft wat vertraging opgelopen, onverhoopt. Dat betekent dus dat het niet tijdens het kortingsweekend voorradig was. Maar wat het ook betekent, is dat zodra ik de voorraden weer heb, ga ik een post plaatsen in de Nail Talk Live groep en dan ga ik gewoon zorgen dat jullie alsnog gebruik kunnen maken van de seduction actie zoals die de afgelopen maand gold. Maar daar ga ik jullie dus mee op de hoogte houden. Zodra het er is, laat ik je dat weten in de groep en dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag. Gewoon als compensatie voor het feit dat het zo lang heeft geduurd. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Helaas ligt het buiten mijn handen, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Ik ga even kijken. Daisy Boot, jij zegt, ik vind het nu al geweldig, die print. Nou, ik ook, maar ik hou gewoon van enamel print. Weet je dat de allereerste nail art die ik ooit heb gedragen, was een zebraprint. Met een striper. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Met paarlemoer roze eronder. Even kijken. Ik had hier Karin. Jij bent natuurlijk zaterdag in Weert geweest, bij Natalia. En toen ben je zondag in Kaatsheuvel geweest, bij Anjo. Ja, je bent helaas niet naar Soesterberg geweest. Eigenlijk had je vandaag even naar Soesterberg moeten komen. Online heb je nog wel de Las Palmas kunnen kopen, want die was in Weert en Kaatsheuvel niet meer voorradig. Ja, soms kan het, omdat onze webshop is gekoppeld aan de voorraad van de winkel in Soesterberg, dat je dingen die niet meer los te krijgen zijn, nog wel bij ons in de webshop vindt. Je kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar export. Ik zag voor Melanie, ik had even in tussentijd gevraagd voor jouw password. En dat komt, je krijgt nu een link toegestuurd om je een nieuw wachtwoord aan te maken.
En dus naar het adres wat jij mij zo direct zojuist via Messenger hebt gestuurd. Je hebt je nog nooit ingelogd in onze nieuwe website. Die staat online sinds eind december. En daarom is dat gebeurd. Dus als jij nog even een nieuw wachtwoord aanmaakt, komt het allemaal goed. Heel erg bedankt Cheyenne, want die heeft het even vanaf thuis geregeld voor ons. En voor jou, Melanie. Ik ga terug. Ja, oh, de dochter van Jolanda vindt deze nagel helemaal geweldig. En Denise zegt, dit is waarom ik Magnetic Lease supergoede service. Ja, we doen ons uiterste best. Oh, Karin, zaterdag en zondag kom je natuurlijk naar Soesterberg voor de workshop van Henriette. Nou, dan zie ik je dan. Ja, ik moet natuurlijk wel even langskomen als jij er bent, hè. Dus tot dit weekend. We gaan terug naar Luelle. Oké, mijn print is uitgehard. Wat ik nu ga doen is over de print heen ga ik een dun laagje basent opzetten. Als ik die folie aan het brengen ben, ben ik altijd goed aan het kijken aan de zijkant of er geen stukjes uitsteken. Want dan kan ik altijd de no-filing techniek gewoon gebruiken. Dus wat ik nu ga doen, is over het gedeelte waar ik de vlekjes geschilderd heb, daar ga ik overheen een dun laagje basent op trekken. Kijk ik goed van de zijkant of dat alles mooi egaliseert, zodat ik dadelijk in één keer de cozy eroverheen aan kan brengen en de topgel, zodat ik niet meer hoef na te filen. En dat scheelt natuurlijk een hele hoop tijd in de salon. Ik heb hier mijn basentop bij de hand. En deze ga ik vanaf hier tot aan de top aanbrengen. Ik leg weer wat product neer. Ik lak niet te dun. Want dan heb ik er alsnog niks aan. Want die gaatjes die een beetje hier tussen zitten, die moeten lichtelijk opgevuld worden. En aan het einde met de topgel wordt. En dan kan er natuurlijk eventueel ook nog wat glad getrokken worden, maar we moeten gewoon zorgen dat die nagel in één keer mooi ligt. En dan kijken we weer goed van de zijkant. Of dat alles egaal is. En dan harden we dit even uit. Ja, ik word er toch wel gelukkig van hoor, als ik hier zo naar kijk. Ja, ik denk gewoon helemaal bij mezelf, oh hoe leuk zou dat zijn. Maar goed, ik vind sowieso Animal Prints, welke nagelstylist wordt er nou niet gelukkig van Animal Prints? Het liefst zou ik mijn hele huis voorzien van een tijgerprint. Of dan gecombineerd met luipaardprint voor de wilde momenten. En dan leuk met koningsblauw, hè Jess? Helemaal leuk? Nou, dan zijn we helemaal klaar hoor. Luelle, kun jij nog een keertje uitleggen hoe je dat doet met de folie? Dip je die nou eerst in de bezemtop? Vraagt Saskia. Ja, ik leg eerst een beetje bezemtop neer op mijn paperpallet of steen. Dus ik leg een druppeltje neer. Dan pak ik mijn tweezer erbij en ik pluk eigenlijk wat folie uit elkaar. Dit leg ik in die bezemtop. En dan kan ik gewoon heel makkelijk met mijn detailerpenseel kan ik heel gemakkelijk die flakes oppakken en neerleggen waar dat ik wil. En omdat die bezemtop erin zit, kan ik hem ook makkelijk verschuiven op de nagel. Want je hebt en nog de plaklaag van die silvery, van de blush silvery. En je hebt dan nog de bezemtop. Dus je kan de folie makkelijk verschuiven. Want als je dat niet doet en je pakt gelijk de folie op de plaklaag, dan zit die vastgeplakt en dan kan die geen kant meer op. Dus dan moet je weer een wijpje eroverheen halen. Dat is allemaal gedoe, dus ik zou het gewoon lekker op deze manier doen. Dan gaat het gewoon makkelijk en snel. En dat insealen, dat heb je nu met deze top gedaan. Maar Lidie vraagt waarom je dat niet bijvoorbeeld met een blush glassy doet. Dat zou ook nog kunnen, maar ik heb de nagel al opgebouwd. En als ik dan nog een keer de blush glassy eroverheen doe, die is natuurlijk wat dikker, wat steviger. Dus dan wordt die nog groter. En als daar overheen nog cozy gaat komen, wordt die nog hoger en daarover topgel, dan krijg ik een mega nagel. Of ik moet gaan navijlen, dan zou het in principe wel kunnen. Als je zoiets hebt van ik vind dat fijn en ik wil gewoon even navijlen, is het ook geen enkel probleem. Maar ik wil die nagel natuurlijk zo dun en zo smal mogelijk houden, dus dan is een laagje bezemtop voor mij helemaal genoeg en prima. Ellen Landa zegt dat je echt een natuurtalent bent voor de camera. Nou, dat ben ik met je eens hoor, Ellen. Echt, nou, het is toch een plezier om naar te kijken. Dat is super lief. Ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Dus dat is het ook, denk ik. En met die wilde momenten bedoelde ik niet hele wilde momenten. Ik dacht gewoon aan leuke tableaus in huis. Gewoon zo'n lekker tableau met Majestic Blue en tijgerprint. Dat is voor mij al heel wild. We gaan denk ik even kijken, ben ik al bij. Henriette was wat later. Hello Henriette, nice that you're watching. Oh, Van Daisy vraagt, handig dat dat kan dan met die folie. Bedankt voor de tip, Luelle. Oh ja, ik dacht dat er iets anders stond, maar soms lees ik wat ik wil lezen. Even kijken. Ik denk dat ik redelijk bij ben, dus we kunnen kijken hoe je deze gaat afmaken. Want je gaat dus nu dan nog een blush gebruiken. Ja, ik ga nu gewoon een originele blush gebruiken.
En eigenlijk al die 12 kleuren die als eerste uit zijn gekomen, zijn hier perfect voor. Dus zeg je van, nou, ik wil hem toch een beetje wat meer roze, wat meer natuurlijk hebben, kan dat uiteraard. Maar ik hou wel een beetje van een milky nagel. Ik vind het ook leuk, want het is dadelijk, hè, de lente komt er een beetje aan. Dus toch een beetje wat lichtere vibes vind ik wel leuk. Maar wil je bijvoorbeeld roze of de bossie of zo, een beetje meer nude beige, kan dat ook gewoon. Kijk wat jij leuk vindt. Maar ik ga vandaag voor de cozy, voor de milky kleur. Oké, wat ik dus straks verteld had, hè, was dat dit gedeelte hebben we nu mooi volgehouden. Dus hier wil ik mijn volume halen. Dus hier ga ik dadelijk mijn product neerleggen. Ik gebruik nu ook geen zwemlaagje. Want als ik dat ga doen, dan gaat die heel makkelijk in die zijkantjes lopen. En als je geen zwemlaagje aanbrengt, is het net wat stroever. Dus dan kan ik makkelijker mijn blend hier overheen leggen. Dus ik ga dadelijk hier die cozy neerleggen en die blend ik door tot ongeveer hier. Dat dit gedeelte mooi mat gaat worden en het topje mooi glanzend blijft. En dat is juist het leuke effect hieraan. Dat hij een beetje dus mat... Dus ligt hij een beetje verstopt. Ja, een beetje 3D-achtig effect. Een beetje verstopt inderdaad. Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, ik pak een beetje cozy op uit mijn flesje. De ene kant hou ik mooi leeg. En aan de andere kant heb ik product. Deze druppel ik mooi op de apex. Op het hoogste punt leg ik het neer. Ik draai hem een beetje op. Draai hem los. Kijk of ik voldoende product heb. Nou, het is een flinke nagel, dus ik denk dat ik nogal wat meer bij kan pakken. Dan strijk ik gewoon nog een keer de ene kant af. En leg ik iets meer product neer. En ik duw het product richting de nagelriem. Kleine beweging. Ik blijf altijd contact houden met mijn product. En je hebt niet de plaklaag van de bezemtopper afgehaald. En je hebt eigenlijk tussendoor helemaal geen één keer de plaklaag verwijderd. Nee, zeker niet. En ik draai hem op en ik ga weer naar die andere kant toe. Duw hem weer richting de zijwal. Naar de linkerkant. En ik stempel hem eigenlijk een beetje mee naar voren. Ik zie er ook net wat belletjes in liggen. Kan gebeuren, die prikken we wel lek. Zo. En nou ligt mijn product eigenlijk best wel vast. Omdat ik geen zwemlaagje heb neergelegd, loopt hij ook niet extreem uit. Maar ik kan ook niet heel lang wachten nu. Want het is en het blijft gel, dus hij blijft lopen. Er zitten wat belletjes in en die ga ik even kapot prikken. En doe je met de puntige kant van de orange hoed stick, hè? Juist, ja. Klopt. Misschien zo direct iets meer het midden opzoeken. Yes. En er was een vraag van... Mag ik hem heel even op zoek ophouden? Kijken van Tessa. Jij vraagt, wat is de perfecte blushkleur om een French te maken? Nou, blush is met name verkrijgbaar in de skin tones, in de nude tones. Dus de kleuren van het nagelbed. De French, als je bedoelt de smile line maken, dat kun je weer beter doen met liner gel white of met Cerisa Sweeties white. Of wat onze trainers heel vaak doen, een mengsel maken van liner gel white en Cerisa Sweeties white. Want dan kun je een hele mooie thin French schilderen. De blushes zijn meer bedoeld als de basislaag. En ik zie dat de hand weer teruggaat, dus we gaan weer verder kijken. Oké, dus mijn product ligt eigenlijk bijna zeer nog op dezelfde plek. Nu ga ik met mijn blush tool. En ik heb toen net de silvery gebruikt, dus vergeet hem niet schoon te maken. Dat ga ik nu ook even snel doen, langs een droge wipe. Want daar zitten natuurlijk glitters in. En als je die niet eventjes afveegt, dan krijg je ook weer glitters in de cozy. En dat willen we natuurlijk niet, dat is zonde. Dus ik heb hem eventjes even droog gemaakt en nu ga ik verder werken. Wat ik nu ga doen is dit gedeelte tot daar overheen trekken. En dit doe ik ook door hele kleine stapjes te maken met mijn penseel. Van links naar rechts of van rechts naar links. En ik ga die lijn steeds verder wegtrekken. Dus in kleine stapjes. Zo blend eigenlijk de blush heel gemakkelijk in die mooie silvery kleur.
En ik ben nou nog helemaal uit die sidewalls gebleven, zodat die blush, kijk hier aan die zijkantjes, daar heb ik nog geen product liggen. Dus dan heb ik ook wat meer tijd om die overgang mooi door te laten lopen. En zoals je nu ziet, verdwijnen de panterprintjes eigenlijk voor een gedeelte onder die blush. En dat geeft juist zo'n leuk effect, dat dit eigenlijk mat wordt en dat mooi glanzend blijft. Blend er mooi in. Ik duw eigenlijk echt het product erin. Nou, ligt mijn blend goed. En nu ga ik de zijkanten mooi corrigeren, want die ligt nog niet strak genoeg. Even zo'n adem-inhoudmomentje, dat we de huid niet raken. Ik vind het wel leuk hoor, dat het zo half verdwijnt. Ja, hij heeft een beetje speels effect. Ja. Langs de andere zijkant. En nu ga ik hem zelf even goed bekijken vanaf de zijkant. Of dat hij mooi doorloopt. Ja, ik zit even te kijken. Er was een vraag van Angela Hagen. Jij zegt, sorry, ik kom net pas binnen. Klopt het dat ze bezig een top aan de vrije rand heeft geplaatst? Daar op de Animal Print en dan nu met Cozy aan het bouwen. Nou, wat Luella heeft gedaan, ze heeft eerst Blush Sparkle Silvery aangebracht. Nou, eerst Blush Blend Warm als basislaag. Dan een blend gemaakt, een fading met de blush silvery vanaf vrije rand naar de midden van de nagel, uitgehard. Daar vervolgens zilverstukjes opgeplakt, die ze had gelegd in base en top. Uitgehard, omlijnd met zwart, uitgehard. Dan een heel dun laagje base en top om het allemaal te verzegelen en uitharden. En om ervoor te zorgen dat die cozy makkelijker daaroverheen zich laat verdelen. En daar is ze dus nu. Wil je het nou precies zien, moet je eventjes terugkijken. Even kijken wat ik nog meer heb staan. Henriette gebruikt ook een mixture van Cerisa Sweeties en Liner Gel White om een hele mooie French manicure te maken. En Henriette zegt, just love how easy blush is to work with. Blush makes the work for us. Well, you still need to know what you need to do with the blushes, but I agree that it makes it a lot easier. Gemma wordt helemaal zen van jouw uitleg, Luelle. En even kijken. Even kijken. Is de bamboe ook geschikt voor een French of een baby boom? Vraagt Barbara van Eikenhorst. De bamboe wordt misschien een beetje dik als je daarmee een French gaat schilderen. Ik weet niet. Heb jij dat wel eens geprobeerd, Luelle? Nou, de bamboe is echt ontzettend mooi als zeg maar basiskleur. Bamboe kun je mooi gebruiken. Stel dat je bijvoorbeeld een rubberbase of fibercoat of blush maakt eigenlijk niet uit. Nou, blush vind ik dat de kleuren sowieso mooi zijn, dus daar is eigenlijk geen kleur voor nodig. Maar gebruik jij nou een rubberbase, fibercoat of buildingbase en wil je de toon net een beetje aanpassen, dan zou ik de bamboe eroverheen doen en dan een witte French schilderen. Dat is echt heel erg mooi. Maar de bamboe is een beetje wat transparanter qua kleur. Dus als je daarmee gaat schilderen, een French gaat schilderen, moet je zo'n dikke lijn neerleggen. Dus ik zou dat niet doen. Dat is gewoon zonde, want dan gaat de nagel helemaal uit vorm. Maar om als basis te gebruiken over een rubberbase, fibercoat of buildingbase heen, is echt heel erg mooi. Ook met nail art en ook met French. Krijg je een beetje milky-achtig idee. Ja, sowieso zijn die Seduction Shears echt prachtig. Ik heb ze toevallig vandaag gebruikt, de Delicate Orchid. Echt prachtig, prachtig, prachtig. Wat nu? Wat nu? We zijn klaar. We gaan nu de plaklaag verwijderen van de blush. Want dat doen we eigenlijk. Ik denk dat jullie dat wel weten. Dat doen we altijd. Zodra we blush aangebracht hebben, verwijderen we de plaklaag voordat we hem gaan aflakken. Dus dat ga ik doen. En daarna ga ik hem aflakken met de topgel. Ik ga hem ook wat royaler aflakken. Want dan is de glans ook gewoon optimaal. Als je maar heel dun lakt, dan kan het zijn dat hij een beetje wat streperig is. Vooral omdat ik natuurlijk een klein beetje wat verschil heb zitten door die vlekjes. Dus ik zorg dat ik hem goed royaal aanbreng en dan is hij echt fantastisch. Dus dat ga ik jullie laten zien. En zoals jullie zien is dit eigenlijk al best een mooie no-filing nagel. Hier zie ik eigenlijk dat hij nog een heel klein beetje afloopt. Maar als ik dan hem een millimeter of twee eventjes nog inkort, dan is hij super mooi scherp. Dus dit hoeven we helemaal niet te veilen of na te veilen. Dat is niet nodig. Ik verwijder altijd de plaklaag van boven naar beneden. Dan vouw ik mijn nail wipe dicht. En zorg dat de plaklaag goed in je nail wipe blijft zitten. Even bewegen. Zit nog een klein beetje bij de cuticle. Ga
ga ik nog eventjes opnieuw weghalen. En dat vouwen van de nail wipe, dat doet Luella natuurlijk om te voorkomen dat je de plaklaag de huid inmasseert. Want dat kan resulteren in allergische reacties. Dus altijd de plaklaag naar beneden, vouw hem dubbel, opnieuw. En zo zorg je ervoor dat de klant nooit wordt blootgesteld aan het plakresidu van de gel. Welke gel dat ook is. Om te voorkomen dat zich mogelijk een allergie gaat ontstaan. Hele kleine tip, maar wel een hele goede tip. Nou, ik ben benieuwd, want dat royaal aanbrengen van de topgel lijkt me best wel lastig. Ja, dat kan ook best wel lastig zijn. Daarom is het ook belangrijk dat je niet gelijk die zijlijnen heel strak trekt, want dan gaat die ook weer snel lopen. Want topgel is ook weer een gel en gel blijft maar lopen totdat hij in de lamp zit. Dus daar moet je ook goed bij kijken dat je alles mooi geraakt hebt en als laatste weer die randjes mee gaat nemen. Iedereen vindt hem prachtig, die nagel trouwens. Hij is ook mat geweldig, zegt Deb Nails. En Kimberly zegt dat ze denkt dat haar klanten het ook helemaal geweldig gaan vinden. Dus iedereen vindt het prachtig. Maar lak je nagel. Linda, die vraagt, waarom haal je eigenlijk de plaklaag weg? Nou, allereerst dankjewel. Dat is hartstikke leuk om te horen dat jullie het mooi vinden. Waarom ik de plaklaag weghaal? Stel bijvoorbeeld, je hebt wat plekjes niet geraakt. Dan kan de blush gaan verkleuren. En dat is eigenlijk de enige reden waarom dat ik die plaklaag verwijder. En omdat ik goed kan zien waar ik nu lak, want die nagel is nu mat, dus ik kan precies zien wat ik geraakt heb. En als ik de plaklaag niet verwijder, dan is hij al glanzend, dus dan is het nog moeilijker om te zien waar je bent geweest en waar niet. Wat ik eerst ga doen, is die nagel ietsjes inkorten. Je kan ervoor kiezen om dit te doen nadat je de topgel aangebracht hebt, maar ik ga het gewoon nu eerst laten zien, want de plaklaag is er nu toch af, dus dan kan ik hem net zo goed gelijk meepakken met vijlen. Ik zorg ervoor dat dit gedeelte dus wat rechter gaat worden. Dat die zijlijnen mooi strak lopen en die voorkant ook mooi recht is. En met een klein tikje zul je al zien dat het een hoop verschil maakt. Ik zet altijd mijn vel recht neer en ik blijf dezelfde beweging houden. Want zodra ik naar rechts en naar links ga veilen, ga ik een ronde nagel maken. En ik wil hem mooi square houden. Dus dat betekent gewoon vel op de duim zetten, laten rusten en op de wijsvinger. Niet te veel druk zetten en gewoon recht veilen. Dan ga ik hem eventjes affluffen, dat ik goed kan zien waar ik mee bezig ben. Ik draai de hand van de klant altijd om, maar met een vierkante nagel heb ik ook altijd weer een beetje een afwijking. Ik draai hem om naar klant, aanzicht. En dan corrigeer ik hem nog een klein tikje. En als ik tevreden ben, dan mag de hand pas terugdraaien. Dus dat is nu. Nu wordt de haarlijn ook een stukje dikker. En dat vinden we natuurlijk ook niet zo'n mooi resultaat. Zien jullie dat het zou kunnen? Maar het is wel mooier als die ietsje dunner gaat zijn. En die ga ik dan weer uitfrezen met het kegelbit. En ik pak alleen de haarlijn even. Ties van der Leij zegt, lieve Luella, wat knap van jou, wat doe je dat mooi. Dat moet je die moet je kennen. Ja, dat is mijn opa en mijn oma, dus dat is echt super lief. Dank je wel. Met welke grit heb je geveld, Luella? Ik heb met de 180 grit geveld. Dat is overigens ook echt mijn favoriet. Daar doe ik bijna alles mee. Alleen de natuurlijke nagel natuurlijk niet, want die pak ik met 220. Maar 180 grit is voor zulke dingen super fijn. Ja. Oké. Zet hem ongeveer op 15.000 toeren. Niet te hard en niet te zacht. En ik werk van het midden naar de zijkant en van het midden naar de andere zijkant. En dit doe ik door middel van kleine stapjes te zetten. En ik frees alleen de haarlijn maar wat dunner. Dus ik ga hem niet uithollen. Alleen de haarlijn gedeelte. Gewoon een klein beetje corrigeren. Juist. En dan zet ik hem de andere kant op. Kunnen jullie het verschil zien? Oké, top. En de andere kant pakken we ook mooi mee.
Ja, er zijn mensen al benieuwd naar het huiswerk. Dat ga ik als deze nagel klaar is, zal ik het huiswerk gaan vertellen. Want zo direct heeft Luwelle nog een variant hiervoor. Dus dan vertel ik hierna, na de topgel, gaan we even naar het huiswerk toe. Oké, nadat ik dit gedaan heb, zijn die hoekjes echt vlijmscherp. Ik vind het echt heel erg mooi, maar de klanten vinden het meestal niet zo lekker. En het kan ook wat makkelijker breken. Dus ik ga de hoekjes net wat softer maken. Die rond ik een beetje af met mijn buffvel. Dit is ook echt een must-have als je met de blusjes werkt. Want deze gebruik ik altijd om even na te veilen. En om ook nog wat mooi strakker te kunnen krijgen. Ik draai de hand een beetje naar de zijkant. Ik zet mijn vel neer en alleen dat gedeelte, dat hoekje, die rond ik af. Zodat het minder scherp is voor de klant. Nu doe ik ook weer in kleine zagende bewegingen. Dan voel ik even met mijn handschoen of dat hij weg is. Ja, hij stopt. En dan de andere kant doe ik het op dezelfde manier. Dus dan blijft de shape wel nog mooi, maar dan is het hoekje net niet zo scherp meer, want dat vinden mensen echt niet fijn. Heel slim dat je dit met de buffer 340 grit doet, want dan haal je echt die scherpe hoek weg zonder dat je de nagel verandert. Kelly Duister, jij vraagt welk artikelnummer is de kegelvijl en de buffvijl? Oh, dat ga ik even voor jou opzoeken. Dan moet ik eventjes, ben ik even niet zo spraakzaam. Dus ik denk dat we dan eventjes naar Luwelle gaan als zij de topgel gaat aanbrengen. Dan zal ik even voor jou, Kelly, de artikelnummers in de comments zetten voor jou. Ik heb trouwens de buffvijl 340, want er is ook een 1500, die is nog fijner. De 340 is net wat grover en die gebruik ik graag. Oké, het is tijd voor de topgel. En wat we ook altijd doen is die topgel even lekker schudden, zodat de pigmentdeeltjes of glansdeeltjes lekker door elkaar heen komen, dat we een super mooie glans hebben dadelijk. Oké, die zetten we even neer. Daarna ga ik de nagel weer afnemen met prep en wipe, want er zit hier en daar toch een beetje een stofje weer van het veilen. Dan ga ik de cuticle weer terugpushen met mijn cuticle pusher, zodat ik weer mooi ruimte kan krijgen om daar strak product tegen te plaatsen. En dat ga ik jullie laten zien. Ik neem de nagel weer af met de prep en wipe. Altijd goed kijken dat er geen stofjes meer op zitten, want dat blijf je altijd zien. Dus ik zoom zelf even in. Ja. En daarna vul ik mijn cuticle pusher met een beetje prep en wipe. Die draai ik om. En zo wordt de huid ook lekker soepel, dus dan kan ik heel gemakkelijk die zijkantjes indrukken. Nu is het weer even wachten tot de prep en wipe is opgedroogd. En daarna gaat de topgel eroverheen. Ja, je had de Expert Coarse Bit gebruikt, toch? Hè? Ja, de blauwe. Oh, de blauwe. Oh, dan dat is de medium, denk ik. Je kan ook de coarse gebruiken, hoor. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Oké. Het kan alle twee. Oké. Maar met de blauwe, die is natuurlijk ietsjes fijner. Dus daar ga je minder snel mee. Als je de groene gebruikt, is dat grover, dus dan zul je wat snellere stappen maken, zeg maar. Oké, topgel is goed geschud. Nou, ik heb ook net een nieuwe topgel, dus die zit goed vol. Zorg dan altijd dat je het staafje ook echt goed schoonmaakt, anders gaat hij druppelen. Ook hierbij hou ik de nagel weer naar beneden. Ik leg product neer en ik duw het product steeds verder omhoog. Daarna naar de zijkantjes en ik laat een klein streepje over bij de zijwallen, zodat die daar nog niet echt gaat lopen, want hier wil ik nog een beetje volume hebben, klein beetje maar. En als je nou die nagel echt wil fine-tunen, dan pak ik gewoon nog eventjes een Jessica's Choice of een blush brushje bij. Mag je hem even op sukkel houden? Ja. Als je nog wil perfectioneren, dan zou je altijd eventjes een fineliner erbij kunnen pakken. En daar heel mooi het product bij de cuticle strak neer kunnen leggen. Omdat het natuurlijk een heel fijn penseel is, kun je heel precies werken.
heb hier nou voldoende product neergelegd, maar bij de nagelriem, vooral als ik die huid een beetje naar achter trek, zie ik dat ik echt nogal wat ruimte heb om product neer te leggen. En dit gaan we dus doen met, ik heb nu de Jessica's Choice. Het kan met iedere fineliner. Het is altijd weer zo'n adem-inhaal-momentje dat je niks aanraakt. Ja, wij zitten ook met ingehouden adem te kijken. Ik pak gewoon een beetje product bij vanaf mijn paper palette. Daar leg ik altijd alles neer. Kijk, hou de nagel weer heel even op zijn kop. Dan kan hij weer mooi egaliseren. Vaak helpt het ook een beetje om die vinger heen en weer te bewegen. Op deze manier. Dan egaliseert het nog makkelijker. Yep. Cool. En vaak beweeg ik de nagel ook. Dan kan ik goed zien of ik alles mooi heb gehad. Dus dit is nu uiteindelijk mijn eindresultaat. En die mag die snel in de lamp. Voordat hij weer gaat uitzetten. Nu mag die anderhalve minuut uitharden. Ja, dus ik neem even de floor. Want er wordt heel veel gevraagd naar wat is het huiswerk. Nou, Deb Niels, jij zegt dat je Pepijn's Choice heel fijn vindt voor dat detailen. Nou, dat vind ik fijn. Dan wordt die ook nog eens een keertje gebruikt. Nee hoor, ik vind het ook fijn omdat het wat langer haar is. In ieder geval het huiswerk. Michelle zegt, misschien is het ook leuk met de stempelplaat Animal Print voor de verschillende printjes. Hartstikke leuk idee, maar eerst het huiswerk waar je misschien die stempelplaat wel voor kan gebruiken. Maak op minimaal 5 nagels een dierenprint met daarin een babyboom of een collarboom techniek verwerkt. Dus 5 nagels, dat mogen 5 een hand zijn, maar dat mogen natuurlijk ook 5 collarpop zijn. 5 nagels waar je dus een combinatie maakt tussen de animal print en de baby / collarboom techniek in 1. Zoals dat hier ook is getoond door Luelle. Nou, als je dat gaat doen, heb je natuurlijk 2 weken de tijd. Dat wil zeggen tot en met, wanneer is dat nou precies? Tot en met 17 april. 3 weken natuurlijk, want over 2 weken is het Pasen. Dus je hebt 3 weken de tijd om je huiswerk te maken tot en met 17 april. Vandaar dat ik het even niet meer zo goed wist. Als je nou je huiswerk hebt gemaakt, stuur dat dan in via de link die je kunt vinden in het album Animal Boom. Zijn er verbeterpunten, wordt er door Jessica contact met je opgenomen en vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk in te sturen. Maar je hebt dus 3 weken de tijd, vandaar die 5 nagels die je moet maken, een wat grotere huiswerkopdracht voor een hele mooie prijs. Want de prijs die jij kunt winnen naast je certificaat is de Blush Silvery, de Blush Glossy, het Blush Penseel en de Silver Foil. Hele mooie prijs waarmee jij dit, maar ook nog heel veel andere designs kan maken. Dus moet het met de blushes, vraagt Debs Niels. Nee hoor, het hoeft niet per se met de blushes. Het moet wel een colorboom, babyboom techniek zijn gecombineerd met de animal print. Even kijken of ik nog andere vragen heb. Stephanie, jij zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de panterprints, maar dit design met de babyboom vind ik gewoon te leuk. Ja, het is een hele leuke combi. Lisette, jij zegt, het schiet me ineens te binnen. Die bloemetjes die Pasha Cherisa laatst had gebruikt voor een inlaiddesign. Weet je daar ook het nummer van? Nou, Lisette, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat moet ik even opzoeken. Ga ik doen als ik straks... Oh, Katri heeft het al beantwoord. Nou, is dat even fijn? We kijken altijd met een heel team mee. Ik moet jullie natuurlijk vertellen welke e-workshops jij kunt gaan verwachten in de maand april. Nou, in de maand april beginnen we volgende week maandag op 3 april met Henriette Swensen. En zij gaat ons meenemen naar Sunset Designs. Wordt een ontzettend leuke e-workshop. Jullie kennen Henriette natuurlijk van het event, van de vorige e-workshop, van de lessen. Aanstaand weekend geeft Henriette ook les in Soesterberg. Dus maandag ga ik gezellig met Henriette live Sunset Designs. De week erop hebben we geen e-workshop, want dan is het niet... Dan is het tweede paasdag. Ik dacht even, er staat 20e paasdag. Nee hoor, het is tweede paasdag. Hebben we geen e-workshop. Dus vandaar die extra week. De week daarna zijn we natuurlijk wel weer live. En het is maandag 17 april. En dat is met Donja van DM Beauty. En DM Beauty is onze nieuwe distributeur in Lelystad. En zij gaat Dottie Nails maken. Nou, alleen de naam klinkt al leuk. Hello, my name is Dottie. Dottie Nails. Wat dat precies is, zie je binnenkort. Maar een hele leuke... workshop met een goed te doen versie van nail art, hoewel ik denk dat Donja daar best een bijzonder sausje overheen gaat gieten. Dus wil jij kennis maken met Donja, kijk 17 april mee. En deze maand wordt afgesloten door Demi op maandag 24 april met Blushley. Blushley. Blushley? Ja, Blushley.
Maar wat is blush lay? Nou, blush lay is natuurlijk eigenlijk blush in lay, maar dan gelay. Blush lay. Dus kijk mee. In de maand juni of in de maand mei gaan we daarna natuurlijk heerlijk door met allemaal andere leuke, gezellige e-workshops. Aan de overkant van de studio ligt Luelle helemaal in een deuk, maar ik ga gewoon onvermoeidbaar verder. Even kijken, waar ben ik gebleven? Ja, volgende week, zoals ik al zei, dus Henriette, Sunset Designs, hele mooie silhouette designs die je heel goed en eenvoudig kunt toepassen in jouw salon. Maar het is met name ook gewoon hartstikke gezellig dat Henriette er weer een keer is. Ik heb ook nog iets voor jullie om onder de aandacht te brengen, dat is de Bottle Battle, een nieuwe workshop van Jessica op zondag 30 april, die jij met 20% korting kunt boeken, de Bottle Battle. Nou, alleen voor de naam zou je het eigenlijk al moeten doen, hè? Dus heb je zin in de Bottle Battle, gegeven door Jessica op 30 april, schrijf je dan in met 20% korting. Over korting gesproken, het is tot vanavond 12 uur nog steeds kortingsweekend, officieel het kortingsweekend van Magnetic Nail Design, zowel bij ons als onze distributeurs, en je kunt dus tot 12 uur vannacht nog online shoppen. 25% korting op gel polish, 15% korting op het vertrouwde assortiment en 10% korting op elektrische apparatuur. Met uitzondering van de nieuwe producten. Dus ben je nog iets vergeten? Denk je na vanavond, oh, ik moet die producten hebben? Kan dat dus nog tot 12 uur vannacht. En dan zorgen wij er morgen voor dat jouw order wordt gepakt en dat jij die alsnog in huis hebt. Inclusief natuurlijk het Magnetic Nail Talk boekje, waar je alles kan terugvinden. Een leuke flyer over het event en een klein presentje, speciaal voor jou. Nou, in ieder geval, ik heb het allemaal nu denk ik wel getackled. Ja, ben ik door mijn notities heen? Ja. Ik denk dat we terug gaan naar Luelle om te kijken wat ons volgende design gaat worden. Ja, we gaan weer door met het volgende design. Design, echt superleuk, want ik heb nu ook een Animal Boo, maar een beetje de snelle versie. Dus stel dat jij dadelijk nou je blush gaat nabehandelen, kun je dit doen op een hele snelle manier. Wat we nu gaan doen is wat meer product aan de vrije rand heb ik laten zitten. En ik ga er eigenlijk gelijk met een glitter overheen, zodat je niet en de blend moet maken met een wit of met de silvery en daar overheen een blush moet trekken, maar dat je gewoon gelijk in één keer door kan. Dus dit ga je ook echt veel tijd besparen in je salon. Dus kijk maar mee. Wat ik weer ga doen is de nagel afnemen met prep en wipe. De cuticle weer terug pushen. Ook met een beetje prep en wipe, zodat die huid mooi soepel wordt en is. Even weer droog blazen. Deze stap is eigenlijk hetzelfde als wat ik daarnet deed. Dus ik ga weer een primer aanbrengen. En daarna ga ik weer de blush blend warm inpoetsen. Nou, het duurt deze keer een beetje lang voordat die droog is. Ja, dat komt door de kou. Dat hadden we al geconstateerd. Ja. Ja, dat was wel een goed moment dit. Yes. Oké, we gaan de primer weer aanbrengen. Dit doe ik weer in banen. Deze pak ik wat sneller door, want die had ik zo net laten zien. En ik ga de blush blend dun aanbrengen. Zorg dat ik één kant weer vrij maak van product en de andere kant een heel klein beetje product neerleg. Ik leg wat product neer en ik duw het weer steeds verder richting de cuticle. Ik trek hem door naar de zijkant. En de andere zijkant. Zorg dat ik overal voldoende product heb liggen. En we poetsen hem weer lekker in. En dit is dus eigenlijk mijn basis meteen. Hier overheen ga ik gelijk de metallic en glitters gebruiken. Een natte nat. Nee. Oh, ik dacht nee, al, bijna. Ik heb even iets gemist. Nee, bijna inderdaad. Hij moet wel nog eventjes uitharden. Maar goed, hij is nu aan het uitharden. Kijk, stel dat je nou een blushklant hebt die terugkomt. Verwijder je het product, je velt het product wel helemaal plat. Maar je zorgt ervoor dat aan de vrije rand, dat daar nog wat product blijft zitten. Want ik ga daar hier overheen gelijk met mijn metallic
gel, ja, met metallic gel, ga ik gelijk overheen zetten. Zodat ik daarna weer de cozy overheen kan trekken en dan ben ik al klaar. Dus ik hoef niet twee keer te bouwen. Dus dit is eigenlijk best wel een hele snelle techniek die je zo in je salon erbij kan zetten. Zou ik denk ik niet eens wel veel extra tijd voor rekenen. Kom maar. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben helemaal fan van die metallic gels. Ik zet ze op als kleur, ik gebruik ze als nail art, ik gebruik ze als French. Dit zijn echt ook echt een must-have. Dus mocht je nog shoppen, zou ik deze zeker bij je winkelmandje erbij doen, want dit kan je overal voor gebruiken. En je hebt ze ook in het roze, in het goud en in het brons. En dadelijk voor de zomer is de roze ook echt heel erg leuk om gewoon alle 10e nagels lekker die glitter roze te lakken. Ik heb zelfs één klant en die gebruikt hem altijd. Gewoon zomer, winter, maakt niet uit. Die heeft altijd die kleur gelakt. Alle 10e vingers. Dus lekker shiny. Wat ik nu ga doen, ik leg aan de vrije rand ga ik wat glitters neerleggen. En ik werk gewoon vanuit het potje. Het zou ook vanaf je paper palette kunnen, dat maakt niet uit. Ik ga met een gelpenseel ga ik wat aan de vrije rand leggen. Zoals je ziet zit de plaklaag er nog steeds op. En dat is juist wel fijn, want zo blendt hij makkelijk uit. Ik leg hier wat zilvery neer. Je kunt ze ook heel dun gebruiken, hè? Want ze zijn zo zwaar gepigmenteerd dat je echt inderdaad smilelines ermee kunt lakken zonder dat je meteen zo'n drempel krijgt aan de voorkant van je nagel. Ja, je kan hem echt inderdaad heel dun lakken. Ze zijn heel gepigmenteerd. Ze werken echt heel prettig. En voor een French is het ook leuk. En vind je ze nou net te dik? Dat zou ook kunnen. Dan zou je het een beetje neer kunnen leggen op je paper palette. En een beetje mengen met base en top. Dan wordt hij wat dunner. En dan werkt het ook weer wat fijner. Maar voor nu is dat niet nodig. Oké, ik heb hier echt lekker mijn glitter liggen. En nu ga ik hem uitblenden richting de cuticle. Hier gebruik ik dan weer mijn detailer 2 voor. Zou ook je ombre tool kunnen zijn. Eigenlijk blendt dit heel makkelijk, dus het maakt op zich niet zo heel veel uit wat voor penseel je gebruikt. Ik kantel ook weer, niet mijn penseel zo, maar kantel hem weer, dat ik makkelijk strepen naar achteren kan trekken. En omdat in die glitter ook wat fijne en grovere deeltjes zit, kan je hem heel makkelijk blenden. Welke penseel gebruikt u om de silver metallic aan te brengen? Daar heb ik de Square Gel Brush voor gebruikt. De Square Gel Brush. En je gebruikt de detailer nummer 2 voor het blenden. Blenden, klopt. Dat was namelijk een vraag van Simone. Dus die hebben we nu even beantwoord. Top. Ja, op zich, de gelpenselen zijn allemaal wel fijn om het volume aan te brengen. Zorg dat u wel mooi overal dekkend is. Vooral aan de zijkantjes. En dan mag die uitharden onder de lamp. Ja. Nou, dit fonkelt je gewoon nog meer tegemoet, hè? Het is gewoon net een discobal waar je naar aan het kijken bent. Glitter and be gay, that's the part I play. Nou, ik word meteen geïnspireerd en denk aan de opera Candide van Leonard Bernstein. Maar goed, laten we maar het weer over nageldingen hebben, hè? Anders denken jullie bij jezelf, wat krijgen we nou toch? Hoe lang moet deze uitharden eigenlijk? Nou, ik zet mijn lamp altijd start op 1,5 minuut. Dan weet ik zeker dat het altijd lang genoeg is. Hele dunne laagjes, dus doe je hem nu heel dun. Zo 30 seconden in principe ook genoeg zijn. Maar ik zeg altijd, beter safe than sorry. Beter wat te lang dan te kort. Want het zou zonde zijn als ik daar mijn design ga schilderen en dat die glitters in één keer overal van de nagel afkomen. Daisy Boot, jij vraagt silver metallic gel polishes, toch? Nee, dit is de silver metallic gel. Die zit in een potje. Dus dat is niet een gel polish, maar zit in een potje. De Silver Metallic Gel. En Sylvia, jij vraagt, mag het huiswerk een combinatie zijn van deze twee technieken? Ja, natuurlijk mag dat. Je mag ook nog verder improviseren en er helemaal je eigen schwung aan geven. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat iedereen gaat maken. Even kijken. Ja. Mimarie zegt, over mijn gezang. Wat een lovely singing voice. Ja, Noël, no. Daisy Boos zegt helemaal mee eens, Louwelle. Dus ja, nou, ik ben benieuwd, wat gaan we zien? Oh, ik ga er even voor hangen. Nou, jullie hebben net een leuk panterprint design gezien.
Maar nu gaan we overstappen op zebra. Dat vind ik ook echt superleuk, een zebra design. Toch om een beetje wat afwisselingen in te brengen. En jullie een beetje te inspireren voor de huiswerkopdracht natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en wat mee kunnen gaan doen. En ik dacht, ik heb hier zilver gebruikt, dus laten we dat lekker terugkomen. Maar als je zegt van, ik wil allemaal verschillende kleurtjes doen, is ook hartstikke leuk. En misschien heeft die klant ook wel zoiets, dat is wel leuk voor de lente. Ik heb even een vraag over de Twinlight, die moet ik eventjes beantwoorden, want ik kan dat niet helemaal. Agnes uit Meppel, jij vraagt, cure in de Twinlight, 90 seconden op LED of UV. De 90, het keuze tussen LED en UV baseer je op basis van de gel die je gebruikt. Gebruik je een UV-gel of een LED-gel product? Die 90 seconden is altijd 90 seconden, dus je kiest niet dan het type licht. Nee, je kiest alleen maar de lengte van het uitharden. Het is altijd hetzelfde licht. Was even een lastige om in de comments te zetten. We gaan naar jou, ik ga kijken. Waar ik meestal mee begin, is in het hoekje, want ik ga een schuine zebraprint schilderen. Ik begin in het hoekje en ik ga eigenlijk mijn design ga ik een beetje dun neerleggen, zodat ik altijd ergens wat dikkere lijnen neer kan leggen of ze zo mooi dun houden. Dus ik ga eerst alles mooi tekenen. Gemma vraagt of je deze colorboom alleen met gel polish kan of ook met gel polish kan doen of kan het alleen met deze gel? Nou, deze gel krijg je echt dit effect. We hebben natuurlijk ook glitter gel polishes en dan zou je eenzelfde effect kunnen krijgen. Zul je het misschien alleen in twee dunne laagjes moeten opbouwen. Wees creatief, probeer het maar gewoon. Ja, de zebraprint. Oh, those were the days of my youth. Prachtige zebraprintnagels. En oh, wat was ik trots. Oh. Heb je dat veel gezet, zebraprintnagels? Nee, dat waren de eerste nail art nagels die bij mij werden gezet. Oh, echt? Ja. Tof. En dat heb ik natuurlijk ook heel veel gezet in mijn leven. Ik vul dit een beetje op. Eigenlijk is het leuk om of wat grovere lijntjes te trekken of wat fijner. Maar net in wat voor design je zin in hebt. En het hoeft ook allemaal niet gelijk, want de strepen bij een zebra zijn natuurlijk ook nooit gelijk. Dit gaat wel lekker vlot, hè? Ja, dit is wel een vlottertje, ja. Dat is alleen maar handig. Ik denk dat dit ook wel heel erg leuk is met neonkleuren. Dat je een beetje naturel gebruikt en een beetje neon dadelijk voor de zomer. Ook echt heel tof om dit design te doen. Nu ga ik wat kleine streepjes ertussen zetten en dan ga ik al mijn lijnen net wat dikker maken. Ik heb nu een beetje mijn design hoe ik hem wil hebben ongeveer. En wat trouwens ook echt heel handig is, als je zelf niet zo van hand schilderhout. Je kan ook de stempelplaten uiteraard gebruiken. Dan ben je nog sneller klaar. Welk product gebruik je nu voor de lijntjes? Ik gebruik een mix van Cerisa Sweeties Black en Liner Gel Black. En die heb ik al gemixt, want dat is leuk. Ik gebruik eigenlijk heel graag die verhouding. En dat is, voor mij is dat 40% Liner Gel en 60% Cerisa Sweeties. Dat vind ik een hele fijne formule om mee te werken. En ik heb deze in een mixed jar gedaan. En daar kan ik gewoon gelijk uit werken. En ja, ik heb gewoon mijn eigen mixje gemaakt eigenlijk. Dus dan hoef ik niet iedere keer opnieuw te mengen. Ik maak gewoon mijn eigen mix die ik fijn vind. En die doe je in een mixed jar. En dan kun je gewoon gelijk aan de gang. Dus dan hoef je het ook niet steeds weg te gooien. Heel slim. En daar zijn die mixed jars natuurlijk ook voor. Ja, Jessica zegt in de comments dat ze nog steeds heel veel animal prints zegt. Zet, nou dat snap ik, want het blijft ontzettend mooi. Ellen Landa zegt, vorige week nog gezet op een groene ondergrond met goud gestempeld. Zo leuk om te doen. Ja, dat zal heel mooi zijn. Een beetje smaragd, goud. Priscilla zegt dan gewoon in plaats van zwart-witte lijnen zetten en dan de neon erop. Oh, dat ga ik een keer doen in de zomer. Nou, ik denk dat het heel erg mooi wordt. Ja, animal prints. Ja, ik ben er gek voor op. Deze zegt, goede tip, Louelle. Stempel makes life easy als je niet goed kan lijnen en tekenen zoals ik. Ja, of het is ook lekker snel. Hoewel je natuurlijk met dit soort prints, zoals die zebraprint, wel ook heel goed je penseeltechniek in wezen oefent. Ja, schattig. En mooi die glitter, hè? Die komt er heel goed onderdoor.
Ja, dat contrast tussen die dekkend zwart en dat shimmer, dat is gewoon vet leuk. Dit moet even 1,5 minuut uitharden, geloof ik, hè? Ja, dat zeker. Is zwart. Nou, dan gaan wij gewoon nog eventjes je huiswerk doen. Gewoon wat kan. En dat ik gewoon wil dat Gil de andere kant op rolt. Want als jij wil meedoen met de challenge van Luwelle, dan moet je 5 nagels maken waarin je animal print combineert met de color/babyboom techniek. 5 nagels en dat mogen ook 5 colorpops zijn. Doe dat natuurlijk, je hebt daar 3 weken de tijd voor, tot en met 17 april en lood ze op via het album Animal Boom. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica en vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk in te sturen. Doe je dat, krijg je natuurlijk je e-certificaat van deze leuke e-workshop Animal Boom, maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs gekozen door Luwelle. Blush Silvery, Blush Glassy, Silver Foil en het blushpenseel. Dus dan ben jij de komende tijd weer helemaal klaar voor blush applicaties. En die Blush Silvery is trouwens ook really the bomb met de feestdagen. Hè? Want het is gewoon ook helemaal super, super tof, super chill, zoals we dan tegenwoordig zeggen, super chill. In mijn tijd zeiden we gewoon heel erg chic en wel gedragen. Maar in ieder geval, e-workshops in de maand april. Wat gaat er nou nog meer komen? Volgende week is het natuurlijk de beurt aan Henriette. En Henriette komt naar Nederland vanwege haar lessen die zij dit weekend gaat geven. En dan combineren we natuurlijk met een e-workshop waar ik heel erg veel zin in heb. Namelijk Sunset Designs. Dat is de eerste workshop van de maand april. De week daarna hebben we geen e-workshop, want dan is het Pasen. 10 april, geen e-workshop. Pasen, dan zitten we allemaal lekker aan de paasdis. Maar op maandag 17 april is Donja van DM Beauty uit Lelystad, onze nieuwe distributeur, de opvolger, om het maar zo te zeggen, van Mirjam Zwart, hier in de studio bij mij en Gil, om haar debuut te maken als Nail Talk Live trainer met haar Dotty Nails. En wat dat precies is, laten we je binnenkort zien. De maand april wordt afgesloten met Blushlay. Blush, ik blijf het zo'n leuk woord vinden om te zeggen, hallo, Blushlay. En dat wordt gedaan door Demi. En Demi gaat laten zien hoe je een inlaynagel maakt met de blushpastels en verschillende andere technieken, waarmee je een hele bijzondere en coole andere versie van de bekende blushnagel maakt. Heb jij nou zin in een workshop, dan kan dat. Want op 30 april, zondag 30 april, geeft Jessica Padberg in Soesterberg de Bottle Battle. De Bottle Battle. En wat de Bottle Battle precies is, dat moet Jessica zelf maar uitleggen. Maar op 30 april krijg je 20% korting als je bij die workshop aanwezig bent. Over korting gesproken, we hebben natuurlijk het kortingsweekend. Kortingsweekend is vanavond nog tot 12 uur. 25% korting op gel polish, 15% op het assortiment en 10% op elektrische apparatuur. Met uitzondering van nieuwe producten. Maar je kunt dus nog tot 12 uur vanavond je slag slaan. En dan zorgen wij er morgen voor dat het jouw kant op komt. Over dat kortingsweekend gesproken. En voordat wij naar Luwelle gaan. Ik heb een kleine terugblik van hoe het was in Soesterberg. Kijk mee, misschien zie je jezelf. Hallo, ik ben weer terug. Het was echt een geweldig weekend. Ik heb er enorm van genoten. Maar ik zie van Niels bij Simone al de vraag, is er al meer bekend over het Nail Talk Live event in mei? Nou, als je het Nail Talk Live boekje hebt, dan zul je daar de informatie over het event terugvinden. Maar ook aanstaande woensdag beginnen we al met jullie wat meer te vertellen over het Nail Talk Live event en wat je allemaal tijdens het event kunt verwachten. In het boekje kun je het allemaal terugvinden en wel hier op deze pagina, het Nail Talk Live event. En dan kun je onder andere de 24 verschillende workshops vinden die we tijdens het event geven. En wat misschien leuk is om te vertellen is dat Mirjam Zwart is er tijdens het Nail Talk Live event bij en zij laat je alle nieuwe producten zien. Mag daar komt uit Schotland, ook om samen met Jessica Nail Art with an Attitude te geven. Henriette is er natuurlijk bij, Syriza is erbij. Ikzelf ga een lezing geven over Gemtalk, oftewel chemie in de nagelstudio. Natuurlijk de blushes, Demi doet de blush cartoons, Aletta is er en nog iedereen, nog veel meer staat hier allemaal in. Aanstaande woensdag meer hierover in de show en vanaf nu gaat het natuurlijk, gaan we helemaal toewerken naar het event. Volgens mij ben ik redelijk, heb jij nog steeds geen boekje, Jannie? Had jij wel het adres dan doorgegeven aan mij? Stuur even een mailtje naar info@nailtalklive.nl
en zeg, ik wil graag het boekje met je adres. Dan krijg je het nog een keer toegestuurd, want dan is er misschien iets verkeerd gegaan. Wat gek. Vanaf wanneer kun je een overnachting boeken? Volgens mij waren ze daar vandaag mee bezig. Dus ik denk dat we daar vanaf midden deze week meer over kunnen melden. Maar ik zal wel even een update plaatsen ergens aan het eind van deze week. Ik ben namelijk morgen even een dagje thuis, want de loodgieter komt. Ja, dat moet ook, hè. Ja, er moet iets worden aangesloten. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Maar goed, ik ga je niet meenemen in mijn huishoudelijke perikelen. Want dat zijn er legio. We gaan gewoon door met deze heerlijke nail art van Luwelle. We gaan terug. Oké, mijn nagel is uitgehard. En we gaan hem weer afbouwen met de Blush Cozy. Leg weer geen zwemlaagje neer. Ik bouw hem gelijk op de plaklaag. Duw het product omhoog. Laat de vinger goed naar beneden wijzen. En ik sleep het mooi mee naar beneden. En je zal ook zien dat deze glitter er nog steeds mega en mega hard uitspringt. Het eerste design wat we gedaan hadden is dan ietsje softer, dus wat rustiger. Maar door deze metallic gel springt hij er echt heel erg uit. En daar, ja, ik hou er wel van. Ik vind dat wel leuk. Beetje glitter. Ja, ik ga niet weer zingen, maar ik hou er ook van. Dit ga ik ook weer uitblenden. Zorg dat je heel goed deze lijn, want je ziet nu echt een flinke lijn lopen, dat je die echt in de glitter drukt. En door kleine stapjes te nemen, gaat hij weer makkelijk geblend worden. Ja, dit vind ik ook echt heel mooi. En ik moet ook zeggen, ja, ik hou ook inderdaad heel erg van glitter. Dus dit maakt mijn outfit wel compleet. Dat vind ik overigens ook echt hoor. Dat nagels echt wat met je outfit ook kunnen doen. Echt tof. Nou, ook zonder outfit zijn nagels heel belangrijk. Zeker. Nagels zijn het ultieme sieraad. En als je dit toch op je nagels zou hebben, oh. Als ik klant was bij jou, zou ik iedere keer andere Animal Boom doen. Nou echt, hè? Iedere keer een ander printje. Ja, hoewel die French manicure nagels die jij onder die handschoenen aan hebt, ook wel echt geweldig zijn. Welke blush gebruik je nu? Dat is de Cozy, geloof ik, hè? Ja, de Cozy inderdaad. Is een beetje milky. Een lakje nagel. Linda vraagt, klopt het dat het de nagel bij het tweede design wat dunner is? Ja, misschien minimaal wat dunner, hè? Omdat je de base een top hebt overgeslagen. Maar ja, dat is maar flinterdun natuurlijk. Ja, ik denk minimaal. Dat zal ik dadelijk wel laten zien aan jullie. Want ik ga de vrije rand ook weer wat veilen. En dan zul je zien dat er haast geen verschil in zit. Maar het kan ook een beetje zo lijken door die vlekjes van de panterprint, zeg maar. Ja, er zitten natuurlijk een soort spiegeltjes op, waardoor ze wat hoger lijken te liggen. Juist. Ik draai de vinger weer om, zodat het product mooi kan levelen. Nee, want eigenlijk heb ik bij deze nagel juist het meer product aan de vrije rand laten zitten, zodat ik gelijk kan gaan bouwen. Ja, soms vertekent het heel erg op beeld. Ja, leuk. Ik vind deze ook echt leuk. En nu is het dus ook belangrijk dat je goed vanaf de zijkant kijkt, of dat hij gewoon mooi... Gewoon buiten beeld, altijd handig hè, als je vanaf de zijkant kijkt. Sorry! Het is dus belangrijk dat je vanaf de zijkant kijkt, of dat de overloop hier ook heel erg mooi is. Ja, mag je hem nog één keer omdraaien? We gaan de nagels nog één keer omdraaien. Want het product gaat weer naar de zijkant zwemmen. Een paar secondjes. Ik check hem nog van links en rechts. En aan de voorkant, hij is goed, hij mag in de lamp. En zodra die uitgehard is, ga ik ook weer die stap herhalen. Ik ga hem dus weer ietsjes korter veilen. Dan zul je ook zien dat de haarlijn weer wat dikker gaat worden. Dan ga ik die ook weer wat uitfrezen, want we willen natuurlijk een mooi, smal en slank eindresultaat. Maar we moeten even wachten totdat die anderhalve minuut is uitgehard. Ja, en in die anderhalve minuut, ja, ik zit in dubio. Zal ik gewoon alvast gaan vertellen wie de winnaars zijn van Sherisa's challenge van 2 weken geleden? Zal ik dat doen? Zal ik mijn moment nemen? Of het moment van mevrouw Klein?
Syriza, van de workshop Hidden Jewels. Ik denk dat ik het maar ga doen. Wat was ook weer de huiswerkopdracht? Maak 2 sets full cover overlay op 1 set French reverse inlay en verstop verschillende inlay items naar keuze in een design. 1 set is 5 tips. Dus 2 keer 5 tips of 1 set van 5 tips French inlay designs. Nou, best een pittige opdracht. Werd veel gedaan. Het was een lange e-workshop. Ik weet het, ik zat in Bologna. Ik zat te kijken. Ik dacht, is het al klaar? Oh nee. Is het al klaar? Oh nee. Is het al klaar? Oh nee. Het is nog niet klaar. Oh nee. Maar wel heel erg leuk natuurlijk. Altijd een plezier. Jessica, samen met Syriza, natuurlijk. En ik ga eventjes de algemene feedback van Syriza, die trouwens morgen samen met Gil naar IJsland gaat voor een Blush Meets Powerdell Special Seminar aanstaande woensdag. Super cool. Syriza zegt, lieve dames, ik hoop dat jullie plezier hebben gehad bij het maken van deze opdracht. 1 ding is zeker, jullie hebben weer mooie voorbeelden om jullie klanten te laten zien. Vergeet niet om de prijzen van de designs op de Colourpops te zetten. Ik ga even kijken of de volgorde klopt. 1 seconde. Ja. En dan heb ik ja. En dan heb ik ja. Oké, we beginnen bij deze inzending. Daarover zegt Syriza. Wauw, jouw designs lijken wel glow-in-the-dark nagels. De mooie, donkere ondergronden en de keuze van je inlayproducten geven een geweldig diepte-effect. Ik zou deze designs absoluut dragen in een mooie set. Gefeliciteerd, Linda Karsbergen. Super, oh jeetje wat mooi zegt. Het spat er echt vanaf. Ik word er gewoon helemaal wauw. Super goed gedaan. Gefeliciteerd, Linda, met deze prachtige, spetterende, fonkelende nagels. Super goed gedaan. Ja, en dan gaan we naar de volgende. En dat is iemand, nou, dat is heel leuk. Ik ga over deze inzending het volgende vertellen in naam van Syriza. Wat heb jij veel producten weten te verstoppen in jouw designs? Ik moest echt heel goed kijken om te zien welke jewels je allemaal hebt verstopt. Missie geslaagd. Heel veel plezier met je prijs. Lisette Schoenmaker, van harte gefeliciteerd met jouw prachtige inzending. Super goed gedaan. Gefeliciteerd Lisette, ook adembenemend mooi met al die kleuren. Ook zo mooi in een soort regenboog neergelegd. Ik voel me er helemaal thuis. Prachtig gedaan, super goed en super gefeliciteerd. De laatste inzending of de laatste winnares, daarvan wordt gezegd, wat is Cat Eye toch een geweldige ondergrond voor inlaynagels. Wauw. Deze set trok meteen mijn aandacht. Ik vind het heel tof om te zien hoe je de metal inlay deeltjes helemaal op maat hebt geknipt. Veel plezier met je gewonnen prijs. Van harte gefeliciteerd, Anita Lammers. Van harte gefeliciteerd. Super goed gedaan, super mooi gemaakt. Echt allemaal super gefeliciteerd met jullie inzendingen. Jullie mogen trots zijn op jezelf, maar dat mag natuurlijk iedereen die heeft meegedaan. Dan je krijgt natuurlijk je certificaat, maar deze 3 mensen, die zijn boven, die waren net bijzonder. En die hebben een prachtige prijs gewonnen. En wat hebben jullie gewonnen? Och jeetje, het is een hele collectioni de inlayos. Het is een hele inlayverzameling. 2 glass gel polishes en veel meer inlay om te kunnen opnoemen. Van harte gefeliciteerd dit pretpakket. Ik kan er maar 1 woord voor bedenken. Wordt deze week nog naar jullie toegestuurd. Heel veel plezier met het maken van inlaynagels. Nogmaals heel erg bedankt voor het insturen van jullie huiswerk. Ik ga naar de comments. Super goed gedaan en enorm bedankt. Luwelle, ik geef de vloer terug aan jou. Stiekem al een klein beetje verder gegaan. Ik heb de plaklaag verwijderd en vast een heel klein beetje de nagel korter geveld. Want dat heb ik toen straks ook al laten zien, dus ik dacht dat hebben jullie vast wel door. Zoals je ziet, is de nagel best wel aan de volle kant. En die haarlijn die ga ik weer uitfrezen, zodat die mooi slank wordt. Daarvoor gebruik ik weer hetzelfde bit als daarnet. Ongeveer 15.000 toeren. Ik begin in het midden. Ik ga door naar rechts. Door kleine stapjes te zetten, blijf ik mijn controle houden. Als je in één keer door laat gaan, dan kan het zo zijn dat je in één keer een stuk van je nagel kwijt bent. Dus blijf goed gefocust. Zorg dat je een goed steunpunt hebt en houdt. En zorg dat je kleine stapjes maakt. Daarna gaat hij weer door naar reverse. En ga ik hetzelfde doen, alleen dan naar links.
En deze nagels zou je uiteraard ook in het almond kunnen doen. Of in het rond, ook hartstikke leuk. Ligt er ook een beetje aan waar jullie van houden natuurlijk. Gaan we weer even die hoekjes mooi afronden. Andere kant weer. Dan ga ik even kijken of ze mooi gelijk zijn. Dit doe ik door middel van de hand andersom te draaien. Ik hou ze naast elkaar. En ik zie dat mijn linkernagel net iets langer is als de rechternagel. Dus daar ga ik nog een klein stukje van afhalen. Minimaal. Want ik moet oppassen dat ik niet mijn vrije rand weer te dik vel. En anders dan zou ik de stap moeten herhalen. Mooi recht, gelijk. Yes, super. Oké, wat we gaan doen is, ja, we kunnen hem ook mat houden. Maar dat is zonde van de glitter. Nee, we gaan hem toch maar lekker glanzend afvlakken. Je mag ook gewoon met powergel of acryl werken, hè, voor je huiswerk. Want het gaat om de color / babyboom in combinatie met de animal print. Dus je mag ieder technisch product gebruiken wat jij wil gebruiken, als het maar die combinatie van die boom met die animal. Animal boom is. Oké, ik duw de nagelriem weer een stukje terug. En ik creëer weer ruimte om het product te plaatsen. En we gaan hem lekker weer wat voller aanbrengen met de topgel. Ook hierbij zorg ik ervoor dat de vinger naar beneden wijst. Dat het product mooi naar beneden kan levelen. En als laatste ga ik hem mooi afwerken met een fineliner. En nu zie je dat die glitter weer mooi terugkomt. Ja. Dat is altijd wel jammer als dat je de plaklaag verwijdert, is hij weer mat. Maar nu is hij weer high shine. En ik ga er langs met mijn fineliner. En dan ga je hem weer corrigeren? Ja, dan ga ik hem weer een beetje corrigeren. Want dan kan ik gewoon wat strakker werken. En zeg je van, nou, ik kan hem in één keer lekker aanbrengen met het kwastje van je topgel. Is dat ook uiteraard helemaal goed? Maar zo kan ik toch wat preciezer en strakker werken. Ik pak ook steeds een beetje topgel bij. En die leg ik langs de nagelriem. Mooi. Echt super, super leuk. Een hele moderne, verfrissende versie van Animal Print. Ja, Sylvia vindt ze prachtig. Ellen vindt ze prachtig. Cindy vindt ze super gaaf. Iris vindt het echt heel mooi. Marja zegt love it. Daisy vindt het prachtig. Cerise zegt super cute. Super nice, zegt Mie-Marie. Zo gaaf. Etty zegt echt geweldig, Louelle. Wordt een leuke vreubelavond. Nou, daar doen we het natuurlijk ook voor. Terwijl dat aan het uitharden is, ga ik nog één keer het huiswerk van Louelle met jullie doornemen. Namelijk, als jij mee wilt doen met de Animal Boom, maak dan minimaal 5 nagels of 5 colorpops met een dierenprint en daarin verwerkt een baby/colorboom techniek. Dus 5 nagels mag met ieder technisch product. Animal print in combinatie met color/ babyboom techniek. Die samen zorgt ervoor dat jij je huiswerk hebt gemaakt. Daar heb je 3 weken de tijd voor tot en met 17 april. En stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Animal Boom. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica, maar dat weten jullie. En vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk in te sturen. Doe je dat nou, krijg je natuurlijk of verdien je uiteindelijk je certificaat voor deze leuke e-workshop Animal Boom. Maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs door Louelle gekozen. Dat zijn namelijk de blush Silvery, de blush Glossy, de transparante blush, de Silver Foil
de silver foil, ik wil zeggen flakes, maar de silver foil, bladzilver en het blush penseel. Dus deze producten, daar kun jij dan de komende maanden jouw klanten helemaal gelukkig mee maken. En misschien ook bij jouw klanten dan wel die Animal Boom nagels gaan maken. Ja, ik vind het prachtig. Ik ben helemaal geïnspireerd. Ik denk dat we maar terug moeten gaan naar jou, Luelle. Het is nog heel even bezig om de laatste laag uit te laten harden. En ik moet zeggen, ik ben ook erg benieuwd naar jullie inzendingen. Of dat jullie ook wat leuke ideeën hebben. Want je kan het natuurlijk met verschillende prints doen. Verschillende designs, verschillende kleuren. Je kan eigenlijk alle kanten op. En ik ga nu eventjes haar nagels mooi voorbereiden. Zodat ik dadelijk een mooi eindresultaat heb voor jullie. En als geheel setje kan laten zien. Oké, zal ik dan nog even wat vertellen? Of wil je ons meenemen hoe je dat doet? Wat vind je fijn? Ja, op zich kan het ook wel laten zien natuurlijk. Ja. Dat kan, zeker. Nou, dit is de set, maar jullie zien hè, dat er nu lekker een beetje... Zal ik hem ietsjes uitzoomen? Is dat, of vind je hem zo close genoeg? Laten we dat eerst bepalen. Nou, mag wel iets uitgezoomd worden als het kan. Wait a minute. Don't hurry away. Oké, wacht. Waar? Hier. En dan doen we die. De techniek staat voor niks. Ik ga eventjes uitzoomen. Kijk. Is dit de juiste afstand? Ja, perfect. Oké, laten we hem daarop staan. Ga ik snel terug naar de comments. Perfect. Nou, mijn model heeft ook een fantastische blazer aan. Dus die gebruik ik altijd. Ik ga jullie gewoon even laten zien hoe dat ik ook mijn eindresultaat altijd op de foto zet. Mag ik je een beetje mouw? Meestal vraag ik ook of dat het model een beetje wat meer mouw aan mij geeft. En ik ga eigenlijk altijd, ik laat ze of scrubben, sowieso. Maar ik heb vanmiddag natuurlijk al de combi-manicure uitgevoerd. Maar normaal gesproken laat ik de klant altijd de nagels scrubben. Dus voor nu ga ik het eventjes oplossen met olie, dat die huid mooi glanzend gaat worden. En daarna ga ik hem afnemen met een baby-billendoekje, zodat al die olie weer mooi weg is en weggaat. Even over het huiswerk. Elvira vraagt of die 5 tips 1 geheel moeten zijn of mogen het verschillende prints en kleuren zijn? Wat wil je graag voor jouw huiswerk? Nou, op zich ligt het eraan. Kijk, stel dat je zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld voor de zebraprint en dat je die zebraprint in allerlei kleuren doet, dan is dat wel leuk, want dan is het uiteindelijk alsnog één setje. Maar stel dat je bijvoorbeeld, dat als het echt niet bij elkaar past, dan wordt het ook geen mooie set. Dus waarschijnlijk. Je wil het harmonieus. Juist. Een harmonieus geheel, Elvira. Dus je mag best spelen met kleur of spelen met print, maar het moet wel in harmonie zijn met elkaar, zoals je het ook zou aanbieden aan een klant. Dus harmonieus is het enige woord wat ik kan bedenken. Een harmonieuze compositie. Wat een prachtige nagels, Luelle, draag jij zelf. Linda van Linda Kaatsheuvel heeft sterretjes in de ogen. Hele mooie nagels. Ellen Landen zegt, wat een super tips allemaal, Luelle. Jouw nagels zijn prachtig, zegt Nicole Santiago. Richelle zegt over jou, ik word helemaal vrolijk van jou. Wat presenteer je het toch super, zegt Richelle Schreuder de Grijs. Super mooi, lieve Luelle. Bedankt voor de inspiratie. Mensen zijn helemaal... Moet alle 5 met een dierenprint? Ja, volgens mij wel. Het is een animal print gecombineerd met de babyboom / collarboom techniek. Toch, Luelle? Ja, dat klopt. Het is inderdaad wel de bedoeling dat je gewoon 5 nagels in totaal maakt. Maar ik wilde dus graag aan jullie laten zien 2 verschillende designs. Dus ik heb het zo gedaan als eindresultaat. Dan stel dat ik nou nog meer verschil in dit setje had gedaan, was het te druk geweest. Dus het is wel de bedoeling inderdaad dat er gewoon 5 nagels met deze techniek gemaakt worden. Maar ik heb er nu voor gekozen om een beetje rust in de set te houden, om 2 nagels gewoon enkel met cozy te doen. Maar stel dat je het in een set wil zetten. Stel, hè, jouw klant komt morgen en je zegt, ik heb iets leuks, kom even zitten. Nou, dan kun je ook zeggen van, nou, ik doe het ook op deze manier. Want dan heb je in principe 6 nagels gedaan. En deze 2 nagels, die hou je gewoon in een normale blush kleur. Dus dan zou het wel weer kunnen. Nou, en dit is dan het eindresultaat. En zo maak ik meestal dus ook mijn foto's. Dus met een mooie blazer. Of met een mooi blouseje. Leuk ringertje erbij. En dit is het eindresultaat geworden. Nou, daar gaan we dan natuurlijk. Hè? The moment we've all been waiting for. 3, 2,
Ik zag ze ja, te dicht zeg, bij zet elkaar. Het maar even goed. Zet het maar even goed. Ik kan namelijk helemaal geen goede foto's maken, dus ja. Ja? Oké, yes. 3, 2, 1. Screenshot! Nou. Als dat geen goede is geweest, hè? Oh, Gemma vraagt waar je die ringetjes koopt. Waar ik die ringetjes gehaald heb? Zo, ja, dat is bijvoorbeeld bij een kruidvat of bij een HEMA. Of als ik net even binnenloop, gewoon wat kleine dingetjes. Dat kom ik meestal gewoon tegen. Of bij, een beetje van die hobbywinkeltjes, weet je wel. En dit zijn ook geen echte zilveren ringen. Die gebruik ik enkel alleen voor mijn foto's. Dus ze hoeven ook geen hele goede kwaliteit te zijn. Want ze gaan maar een minuutje om en daarna gaan ze weer af. Dus bij zoiets, kruidvat of misschien My Jewelry. Als je ietsjes groter wil zoeken, zou ook nog kunnen. Overal eigenlijk. Nou, Luelle, enorm bedankt. Het was echt superleuk. Richelle, jij vraagt of je de uitleg nog helemaal terug kan kijken. Je kunt deze show gewoon nog terugkijken. Hij blijft gewoon staan in de Nail Talk Live groep. Je kunt hem ook vinden op ons YouTube-kanaal Magnetic Nail Talk. En je kunt het ook vinden op onze website magneticnaildesign.com. En dan onder het kopje Nail Talk Live. Daar staat hij niet straks al op, maar daar staat hij wel aan het eind van deze week op. In het archief, oftewel de Nail Talk Live bibliotheek van nagelkennis. Sommige mensen die zeggen, ik heb heel veel e-workshops, Ik denk dat wij met Nail Talk Live intussen aan de 600 verschillende shows zijn over nagels, over verschillende nagels. Maar per Nail Talk Live show hebben we ook nog wel eens 5 tot 10 verschillende demo's. Dus je kunt altijd je inspiratie terugvinden en een antwoord vinden op jouw vragen. Luelle, heel erg bedankt voor vanavond. Ik vond het echt een superleuke show. Ik vond het een superleuk design. Ja, ik vond het ook weer ontzettend leuk om hier te zijn. En al het enthousiasme van jullie doet mij natuurlijk ook hartstikke goed. Dus ja, ik zou zeggen bedankt en tot de volgende keer. Ja, en dan ga ik nog een aantal dingen doen. Het kortingsweekend geldt nog tot vanavond. Om 12 uur kun jij met korting shoppen bij Magnetic Nail Design of bij onze distributeurs online. 25% korting op gel polish, 15% korting op het vertrouwde assortiment en 10% korting op elektrische apparatuur, met uitzondering van de nieuwe producten. Dus als er nou vanavond iets is geweest waarvan jij nu denkt, ach, dat had ik toch moeten hebben, die prachtige metallic gels bijvoorbeeld, dan kun je dat dus nog tot vanavond 12 uur shoppen met korting en wordt het morgen voor jou gemaakt of verstuurd. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live, de show, over de 3D-inleetechnieken. Dus de 3D-inleenagels zijn aanstaande woensdag het hoofdonderwerp in Nail Talk Live. Aanstaande vrijdag in Nail Talk Live International, want we gaan natuurlijk gewoon lekker door met Nail Talk Live, gaat het over aquacolors, ombre en glass gel polishes. Dus dan gaan we allemaal verschillende marbling-achtige technieken laten zien door onze internationale toptrainers. En is gewoon een avondje vol inspiratie. Morgenavond trouwens kun je ook nog genieten van Nail Talk Live in het Italiaans, in het Duits en in het Frans. Binnenkort ook in het Zweeds. En wie weet wat er allemaal nog meer volgt. Ik heb hier natuurlijk het Nail Talk Live programmaboekje. Wil je dat ook ontvangen? Want ik gebruik dit dus altijd als referentie om te kijken wat komt er ook weer op welk moment. Stuur een mailtje naar info@nailtalklive.nl of doe nog even een bestelling in de webshop, want dan zit het gewoon bij jouw pakketje toegevoegd. Ik ga nog even kijken of ik nog iets moet bedanken. Nou, ik denk dat we allemaal aan het afronden zijn. Luelle, nogmaals, nog eenmaal heel erg bedankt vanuit hier voor deze prachtige, inspirerende, leerzame workshop. Gil bedankt achter de schermen en jullie bedankt voor het kijken. Dus, ik kan nog één ding zeggen. We hebben een hele leuke, grappige, nieuwe commercial. Die komt nu. Gaat over behind the scenes bij Magnetic. Dus kijk die zeker mee. Want tot snel, tot Nail Talk Live.